In de ecstasyzaak tegen de Juliet-bende. Tegen de Juliet-bende. One day we'll return here. Ex-lid van de Juliet-bende. When the Belfast child sings again. Hij heeft ook bankovervallen gepleegd. Het gaat om John Jansen. John Jansen uit Breda. Lange tijd gezien als een belangrijk figuur in de Bredaarse onderwereld. Die hielden zich bezig met ontvoeringen, met bankovervallen. One day we'll Ik stap een t-shirt aan en u staat hem gewoon te filmen hier, jongen. Ja. Dat mag niet van Jerry, hoor. Hoe is het allemaal begonnen eigenlijk? Hoe is het allemaal begonnen? Juliet ben dus iets gecreëerd door het OM, door justitie. Die hebben de Juliet-bende gecreëerd. En wanneer is dat gecreëerd? Kijk, dat is gecreëerd na die vechtpartij op de Grote Markt. Toen was dat ging vanuit de Groene Vlinder, later Bietscafé. Ja. En de Groene Vlinder, dat was een hele goede tent van dat was een hele goede zaak. Die liep heel goed. Maar na die vechtpartij, die liep niet meer die zaak. En toen kwam op een gegeven moment en ik denk, nou ja, ik kan hem ook niet laten steunen. Dus ik zei, weet je wat we doen? Maak er een Bietscafé van. Laat mij het maar doen. Dus ik maakte een beachcafé van, ja, daar liep als een tierenlier vanaf de eerste dag, net zo bij het skiën. Ja. Toen op een gegeven moment was het jazzfestival, daar hadden we die ruzie gehad. En toen moest het jazzfestival komen. Ja. Op een gegeven moment word ik gebeld en moest ik even op Pliesburg komen, dus ik ga naar Pliesburg toe. Ik zei, niet luisteren, er gaan geruchten, ik zei, geruchten wat dan? Hij zegt, ja, je weet wat jazzfestival voor Breda is, dat is heilig, hè? Ik zei, ja, dat weet ik. Hij zei, ja, maar we horen dat jij een houseparty wil geven. Er was helemaal geen sprake van, echt niet. Maar ik speelde daar gewoon mee, hè. Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei, ja, maar dat kan niet, zei hij. Ik zei, hoezo kan dat niet? Hij zei, ja, maar het is jazzfestival. Ik zei, maar ik hou niet van jazz. Hij zei, maar John, dat kun je niet maken. Ik zeg, ja, dat is allemaal al geregeld. Ik heb DJ Jean geboekt. Dat was helemaal niet waar. Dat was in die tijd, hè. Ik zeg, die hebben al een aanhang van 500 man. Nou, dan gaat de volgende dag, ik word weer gebeld. Of we samen even konden komen. Dus wij samen naar het bureau. Nou, er zit een hoge agent en twee man van de gemeente en... Meneer Jansen, kunnen we nou niet zo afspreken, als u dat nou niet doet met het jazzfestival, dan mag u gewoon in juni of juli, wat u wil, op een zaterdag, kan u gewoon een datum zeggen, dan mag u een podium zetten op de Grote Markt, dan kan u uw houseparty geven. Ik zeg, ja, dat kunnen jullie wel zeggen. Ik zeg, maar
Toen zei die politieagent tegen mij, zei John, mannen, woord te woord. Als ik mijn hand geef, is dat zo. Nou, hij gaf zijn hand. Ik zei, nou, ik ga kijken of ik Sjaan af kan boeken, weet je wel, zo. Nou, ik kreeg inderdaad, het was juni en we wouden op zaterdag met een podium weg mogen zetten. Maar wat deed ik nou? Intussen tijd, na die vechtpartij, is Ed Nijpels afgetreden. Maar dat is ergens andersom, hè. Dat is niet om die vechtpartij, maar die is na die vechtpartij weggegaan omdat de dingen naar boven kwamen. Ik weet wel wat, maar dat is niet interessant. Ik ging die houseparty organiseren, laat ik flyers en posters drukken. En ik noemde het de After Ed Party. En Ed Nijpels erop met een joint in zijn handen. Zo had ik, heel de stad had ik volgeplakt, zo heb flyers uitgedeeld. Oh, dat is belangrijk. Dus ja, dat bedoel ik. Kijk, en dat zijn dingen als je achteraf denkt, en toen was ik bezig om naar Spanje te gaan. Als je dan achteraf terugdenkt, dan schop je bepaalde mensen tegen de benen aan. Ja. En dan weet je gewoon waar je ook zit in de wereld, dan word je onderuit getrokken. Dan accepteren ze niet, klaar. Henkie. Henkie Punky. Hé, jongen. Ja, ga wel. Alleen een beetje koud, hè. En ik was een beetje grieperig, dus ik was lekker thuis. Hè? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Daarna ken ik, dat is het ook, want daar ken ik het, daar gaat het mij ook over, dat het op papier staat, want dan kan ik het een beetje een lijn gaan geven, begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee? Dat is eigenlijk de dingen, maar ja, dan moeten we iemand hebben die dat helemaal uit gaat werken dan. Kun je het niet aan Emil Raterband vragen of zo? Moet je zeggen, ik heb een klusje voor je. Huh? Misschien vindt hij nog wel interessant ook. Huh? Kippetje erin. Zit erin, kip. Kip, groente, alles in. Bouillonnetje trekken, jongen. En dan ga ik het afmaken straks. Dat is om, altijd als je ziek bent, dan maak je kip. Ziek ben en een kwart peper zit erin. Dan is hij lekker een beetje pittig. En dan zweet je alles lekker uit. Ja, dat is echt... Maar ook voor die meiden ook altijd, hè. Als ze ziek zijn, ik maak eten, dan de volgende dag is heel alles eruit. Dat is helemaal goed. Ja. Hier was Hotel de Dreef vroeger. Dat was de eerste hotel van wij zijn vanuit Rotterdam hier komen wonen. Toen was ik een jaar of 3, 4. Oké. Okay. Mijn ouders waren horeca mensen en dit was een hotel. Jammer. En dan heb je daar achter die flat, dat is de Gielersbijstraat. Dat was echt zo'n volksbuurt. Daar wonen jullie of? Hier, nee, wij wonen hier. Hè. Wij wonen in een hotel. In een hotel zelf? Ja, ja, ja. 8 kinderen hadden wij. Mijn vader had er 16. Die was al eerder getrouwd geweest, had hij 8 kinderen. En met mijn moeder had hij ook 8 kinderen. Zo. Ja, ja, dat was die tijd, hè. Vroeger, wat ik zeg, als jij de volksbuurt, familie van Ham, die had 14 kinderen of zo. Dat was vroeger normaal, hè. Mijn vader was ook een generatie ouder als mijn moeder, dus dat was sowieso wel. Die had hele ouderwetse ideeën over dingen. Zoals? Zoals? Nou, toen wij wat ouder waren, toen was mijn zusje al zwanger, maar die was nog niet getrouwd. Maar die mochten niet bij elkaar slapen, hoor. Okay. Maar die waren niet getrouwd. Ze was wel zwanger. Ja, ze was wel zwanger, ja. Ja, dat is echt zo. Ja. Ja, vond je het jammer dat je niet zo'n goede band met hem had? Nee, joh. Nee, joh, ik heb heel veel van mijn vader geleerd hoe dat niet moet. En dat is ook goed, toch? Ja. Ja. Ja, maar ja. Dat vind ik veel belangrijker. Je vader moet een voorbeeld zijn. Mijn vader is ook een voorbeeld geweest hoe dat niet moet. En zo heb ik ook geleefd. Snap je? Ja. Met altijd bepaalde dingen van... die had losse handjes naar mijn moeder toe, naar de kinderen toe. En dan was ik echt... Ja, echt dat was iets. Ja. Kijk, we hadden natuurlijk 8 kinderen. En dan was er iets. En dan kreeg je wat trap onder je kom. En dan kwam je een kwartier later achter dat jij het niet was. En dan werd er wat geld in je handen gedrukt. Ik was een manneke, ik had knalrooie haar. En ik werd naar school gestuurd met een manjo aan, een witte rubberen laars en een blauwe trui eroverheen die over mijn kont hing. En zo kwam ik op school. Nou, dan had je een paar van die popiopies uit de volksbuurt, uit de Gielersbijstraat. En dus ik was het middelpunt van treiterij, hè. Totdat ik op een gegeven moment, kijk, je had... thuis ging alles heel makkelijk, dus... ik pakte wel eens een paar gulden mee uit de kassa en dan ging ik naar de snoepwinkel. Ja, en
voor een gulden kon je heel veel snoep kopen vroeger. En dat had ik heel snel in de gaten op school. En ik was binnen de kortste keren was ik natuurlijk de popiopie op school. Want al die jongens waren in één keer mijn vrienden. Ik heb altijd goed voor mezelf gezorgd, ja, dat is zeker. Wat was dan die drang om voor die bank overvallen en zo? Ja, om te kunnen leven dat je zelf wil, hè. Dat zijn de vrijheid. Ja, de keuze die je maakt. Free miner, hè? Ik ben altijd free miner geweest. Op een gegeven moment komt de burgemeester, meneer Nijpels, die komt terug van vakantie. En er wordt in één keer een hele ophef over gemaakt van dat het te maken had met een overname van de drugshandel binnen de horeca in Breda. Alsof wij met pakketjes liepen. 7 weken na de vechtpartij, nadat ik 3 keer dus vrijwillig op de politiebureau was geweest, springt er met dat grof geweld een arrestatieteam bij iedereen binnen, ook bij mij. He, dan word je vrouw in de blote kont aan de verwarming vastgeboeid. En je kindje van 7, 8 jaar ligt aan de verwarming vastgeboeid. Toen hebben ze mijn vader meegenomen. Mijn moeder hadden ze vastgebonden aan de verwarming in de douche. Toen hebben ze mij bij mijn moeder gezet. Ja. Nee, ook vastgebonden? Nee. Maar je mag gewoon erbij staan? Ja. Ja, hoe is dat om je moeder zo... Ja, erg. Moest je huilen toen of zo? Ja. Ja. Ja, dat blijft, dat beeld. Ja. Maar ben je dan een soort van boos op je vader dat zo... Nee, ik ben nooit boos geweest op mijn vader. Knalrood. Oh, weet jij een AVRO in? Ja, een hele grote AVRO. Dat was mijn vader. Oké. Maar je ziet dat ik toen al een beetje apart zat, hè? Is dat je broertje of zo? Dit is mijn oudste broer. En dit is een zusje. Dit is een zusje, dat is een broer, dat is mijn vader en dat ben ik. Mijn moeder? Ja. Liefste die het bestand. Ja, iedereen vindt zijn moeder natuurlijk de liefste. Nou, niet iedereen. Mijn moeder was gewoon een heel mooi mens. Lieve moeder, altijd geweest. Ja. Altijd. 8 kinderen en horecazaken en altijd aan het werken en toch altijd tijd voor de kinderen. Oud topcrimineel wordt een weldoener. Het lijkt wel het scenario van een film. En misschien wordt het ook nog wel ooit een film. Het gaat over oud topcrimineel John Jansen uit Breda. Hij heeft zijn oude leventje vaarwel gezegd. En door een speling van het lot kreeg hij de kans om goed werk te verrichten. Hij heeft 2,5 miljoen gewonnen in de staatsloterij ook hier. En een deel van dat geld gaat hij geven aan de voedselbank. Waarom gaat hij nou een deel van het geld weggeven? Ja, Rogier, het is ook een spirituele man. Hij is bezig met het schrijven van een boek waarin we dan zijn echte verhaal kunnen lezen. En daarin had hij al opgeschreven dat hij ooit de staatsloterij zou gaan winnen. Nou ja, die heeft hij dus inmiddels gewonnen. En sterker nog zegt hij, ik ga hem nog een keer winnen. Hij deed trouwens ook al aan liefdadigheid. Hij zette zich ook al in voor jongeren die op straat leven. Dakloze jongeren in Breda. Ja, die zijn gek, jongen. Iemand betaalt zijn zorgverzekering niet. En dan moet ik iedere maand 152 euro in gaan houden om de zorgverzekering te gaan betalen. Ja, joh. We leven echt in een land dat legaal afpersen is. Ja, dat is echt. Verplicht, volgens de wet ben je verplicht de premie in te houden. Ik ben geen politieagent, dat denken ze wel, man. Als u dat niet doet, moet u zelf het bedrag aan ons betalen. Craigie, ja. Yeah. Nee, dat gaat niet om de zorgverzekering, want er staat dat je meer dan 6 maanden achterstand hebt en dat je niks betaalt. En ik ben wettelijk verplicht vanuit de stichting nou om 152 euro per maand in te gaan houden op jouw loon. En als ik dat niet doe, dan moet ik het zelf gaan betalen. Ik zal de brief meenemen, dan kun je het even zien. Maar wat betaal je niet dan? Ik heb pas die deurwaarde en zo voor jou betaald. Dat was allemaal zorgverzekering. En heb je nou weer 6 maanden schuld dan? Zie je nou wat er gebeurde? Dus dan help jij jongeren, die zwaar in de shit zitten, help je. En dan krijg je zulke brieven. Ja. Moet ik 152 euro, als ik dat niet doe, moet ik het gaan betalen vanuit de stichting. Hè? Wettelijk verplicht. Dat is toch te gek voor woorden, kutland van.
Dat is met jongeren. Jongeren komen zo ver in de schuld dat ze er gewoon niet meer uitkomen. Dat je je leven lang ben je, zit je in de schuld. Dus je bent 18, 19 jaar, dan heb je zoveel schuld al opgebouwd om niks. He, want ja. Er komt verhoging bij, er komt deurwaarderskosten bij, er komt dit bij. Dat is gewoon absurd, jongen. Weet je wat is bij de jongeren momenteel? Er zijn allemaal jongens die, en meisjes die uit instellingen komen. Dan zijn ze 18 jaar, dan is jeugdzorg, zoek het maar uit. En dan vanaf 1 januari legt de zorg bij de gemeente. Nou, die weet helemaal niet wat ze mee op moeten. Maar als jij kijkt, als jij ziet bij jongeren, net zo'n meisje wat je net ziet, Romy, en de lange meisje. Dat heeft een leven lang in instelling gezeten. Die is 18 jaar, die wordt gewoon op straat gezet. Die heeft 4 maanden rondgezworven, Jay. Die heeft bij die geslapen. Snap wat ik bedoel? Nou, die is bij ons terechtgekomen, gelukkig op tijd. Had ze alleen de schuld van de zorgtoeslag. Dus dat hebben we weer betaald vanuit de stichting, dat schuldvrij is. Ja. Maar hebben ze dat niet, dan vallen ze in een gat en dat loopt alleen maar op, dat loopt alleen maar op, dat loopt alleen maar op. En ze hebben geen inkomen. Dus ze worden bij jeugdzorg buitengezet. Ze krijgen geen uitkering, want ze hebben geen woonadres. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Weet je wat is in Nederland, hè? Wat aan de hand is, van 18 tot 23 jaar, dan moet de vangnet tussen komen, snap je? Ja. Toen ik de staatsloterij won, had ik 5 vijfjes. En daarna ben ik wel iedere maand wat meer aan het kopen. Dus, doei doei, Peres. Hoi. Mag ik van jullie 5 vijfjes en een heli? Ik geloof het eerst niet, maar ja, op een gegeven moment was het wel zo. Toen belde hij in een krop van, kom maar naar Rutje toe, je moet maar een auto uitkiezen. En toen geloofde ik het pas echt eigenlijk. Ik ben het even naar de buurvrouw, hè? Dat was even naar de staatsloterij, hè? Nee, ik zeg niet dat hij in de problemen komt, maar ja, hij moet wel een beetje nadenken wat je doet en wie je geeft, vind ik. Ja. Dus we hebben ook een slechte tijd gehad. Toen hadden we bijna niks meer. Nou. En nou hebt hij het weer, dan moet hij er wel verstandiger mee omgaan, vind ik. Welke gaat er winnen? De winnende. Hij houdt hem over de gek, want hij zegt, hij roept al ja, volgens mij al 20 jaar dat hij de staatsloterij gaat winnen. Okay. Dat heeft hij altijd gezegd. Kijk, en ik heb gezegd van, ik weet dat ik de loterij een keer win. Ik zal laten zien wat hij mee kan doen en ik weet dat ik hem nog een keer win. Heel makkelijk. En dat gaat ook gebeuren, dat weet ik ook. Eerst dacht ik altijd dat die bullshit totdat het gebeurde natuurlijk. Ja, hier was dat, hè. Oh, oké. Okay. 41. Zij heeft jou rijk 42, 43, 44, 45. Nou, rijk niet hoor. Rijk is iets anders, hè Marie? Nou, rijk zijn de mensen die het leven begrijpen. Ik kan me herinneren dat ik in 1996, 20 jaar geleden dus, een reportage heb gemaakt, een uitzending over de Juliet-bende. Dat was een bende in Brabant die buitengewoon slecht bekend stond, ook als gewelddadig. Een gevreesde criminele bende. De uitzending was interessant omdat tijdens het proces aan het licht was gekomen dat de officier van justitie valsheid in geschriften of meineed had gepleegd. In ieder geval had gelogen over bepaalde afspraken die er waren gemaakt. Dat had hij eerst ontkend, maar later kwam er bewijs boven tafel en mijn programma heeft daar een rol in gespeeld en daarom weet ik nog altijd van die zaak af. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt en verdedigt. Een extreem gewelddadige ecstasybende. Een omstreden deal met een Engelse topcrimineel. Zie hier de bijzondere ingrediënten van ons dossier over de Juliet-bende. Ik ging wel regelmatig naar Spanje, hè? Ik verdiende niet wat en een beetje vakantie en feesten daar. Hè? Verdiende je goed toen? Ja, toen niet goed, joh. Ik reed met een SL en die andere maat van me reed ook met een SL. En Luut die reed met een, of ja, ook een maat van me, die reed met een oude maat van me. Die reed met een 600 SEL. Hey? Ja. En we reden naar Benidorm en had je Stargarden. Dat was net geopend, een discotheek. En wij kwamen eraan en als je dure auto bij had, die werden door de portiers gepakt. Had je een hele grote tuin met een heel groot zwembad erin. En dan hadden ze de Tower Bridge hadden ze daar overheen gemaakt. Okay. Zeg maar de kopie van de Tower Bridge. Ja, ja. En als je dan met een dure auto kwam, dan pakten hun die auto's en die zetten ze op die brug. Dus dat was vet, jongen. Dat was echt vet. Maar die was net open, Stargarden. Dat was dé zaak. Nou, dus wij waren daar binnen en ik keek ze rond en ik zei tegen hun, als ik 30 jaar ben, is deze zaak van mij. Ja. En toen ik naar Spanje ging om te kijken voor, dat ik weg wou hier, om een discotheek te beginnen. En toen kwam ik bij de bank, ik had een gestor, een Nederlandse gestor. En contact bij de bank en een ondernemingsplan en dit, wat de bedoeling was, wat ik wou gaan doen. En een dag later word ik gebeld door die gestor.
Hij zegt, ja, die van de bank heb gebeld. Die willen jou iets laten zien. Ik zeg, nou, is goed. Dus een afspraak gemaakt. We rijden achter die bankdirecteur aan. En we rijden zo. En hij gaat de hoek om. En we komen uit precies bij die discotheek. Ja, toeval bestaan, die zeg ik altijd. Het was 35. Maar hoe financier je dat? Ja, gewoon. De bank. De bank heeft het gefinancierd, ja. 'S Morgens, zeg maar, dan ging die discotheek om 8 uur dicht. Die ging gewoon, het was peseta-tijd, hè. Gewoon vuile zakken met pesetas. Die gooide ik in de jeep en reed naar de bank. Die gooide ik zo bij de bank, hè. Dat die bankdirecteur zei, ben je gek geworden of zo? Want al die discotheken deed met geldtransporten. Okay. En die zijn allemaal een keer overvallen. Ik ben er nooit overvallen. Ja, dat is echt. Ja, stop ik. Ja, dat snapte hun echt niet. Dat snapte echt niet. Hoofdverdachte was John J., de Bredase eigenaar van de megadiscotheek Yellow Mellow in Benidorm. John J. werd in Spanje met veel bombarie aangehouden in de nacht van 2 op 3 september van 1996. In een lange brief die de Brabander aan Peter stuurde, deed hij uitgebreid verslag van zijn arrestatie. Ik heb in die tijd brieven van John uit de gevangenis gekregen. En ja, hoe hij daar precies mijn adres wist, dat weet ik ook niet. Maar die brief lag op een dag op de mat. En in gevangenissen en huizen van bewaring was natuurlijk vrij algemeen bekend waar wij zaten. Dat stond ook wel in de aftiteling van de uitzending, een postbusnummer. Dus daar heeft hij gebruik van gemaakt. 'S nachts om 2 uur verlaat ik samen met mijn vrouw de discotheek. Als we wegrijden, komt er een personenauto aanvliegen, waaruit 1 persoon springt met een pistool in zijn hand. Ik denk aan een overval. Er wordt door een aantal personen op mijn auto geschoten. Uit die Lancia sprong nog 2 mannen en die beginnen bam, bam, bam op die auto te schieten. En ik had Connie zo weggedouwd, weet je wel. Ik dook zelf ook weg. Ik had 17 kogels op de auto, hè. 17 kogels, tot zelfs in mijn kopsteun, hè. Zo. Je hoorde gewoon pjoep, 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 zo door de auto, ja, hè. Met Connie ernaast, hè. Hoor je dat zo, hè? Ja, echt, hoor. Ja. Ik moet de auto laten staan, omdat een van de banden is lek geschoten. Ik ren richting mijn huis, omdat ik bang ben dat er iets met mijn kinderen is. Als ik de straat inkom, is mijn huis compleet omsingeld. Ik word aangehouden. Weet je wat is? Iedereen kan zeggen over mijn dit en dat. Ik zal nooit op een politieagent schieten, ik zal nooit op politieagent inrijden. Dan ben je altijd verliezen, dat weet je van tevoren. Ja. Kijk, vroeger in de tijd met de bankoverval had ik wel in de auto altijd een zwaar ding liggen. Maar dan schiet je op de auto, dan schiet je voor de auto. Als het moet, hebben we nooit hoeven doen, maar als het moet. Hè, ja. Dat is, ik heb moeilijk met eieren gaan gooien, dat werkt niet. Ik toen heb 3 maanden in Madrid gezeten voor uitlevering. Ja, dat is een periode geweest dat ik wil je gewoon niet... Daar hebben ze echt... Daar had ik 3 jaar hiervoor willen zitten, hoor, dat meen ik echt. Voor die 3 maanden daar, wat ik daar afgezien had. Maar dat ging meer over proberen af te persen binnen de basis was. Dat weet je wel. Ja, de Carabanchel, weet je wat het is? Dat was een gevangenis, dat was gebouwd voor 800 man. En er zat 3200 man, dus 4 keer zoveel. Zo. Daar heb jij gewoon, waren grote torens, hè? Zeg maar flats. Dan heb je 1 ingang, er zit een aquarium, daar zitten gewoon 2 bewaarders zitten daar, eentje met een shotgun en een andere, daar kom jij niet bij. Dat is alleen om jou binnen te laten in die toren en eruit te laten, want je kent er niet zomaar in en uit. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is het enigste. En voor de rest binnen zoek het maar uit. Dat is echt zo, hè, daar. Zoek het maar uit. En dan had je van die picknicktafel staan, dus op een gegeven moment we lopen zo en bij zo'n tafel liggen, hadden ze een krant laten liggen, dus El Mundo, ik pak de krant en ik kijk. Op de voorpagina, Gran de Bossa, de Excelsi Hollanda. 30 miljoen, ik denk, wie zou dat nou zijn? Ja, dat was ik dus. Ja. Er stond een heel stuk in de krant gepubliceerd over ontvoeringen, wapens die in beslag waren. Die Engelsman die had op een gegeven moment, hun hadden in de biesbos hadden ze allemaal tonnen in de grond zitten met wapens, met dingen. Weet je wel, dat was er allemaal verstopt, hè? Daar hadden ze vaste plekken. En die Engelsman die had alles aangewezen, ja, waar die dingen lagen. Dus dat is ook wat die foto in de krant, ja, als je ziet wat voor wapens uit de grond hebben gehaald, dan kun je heel leger mee bewapenen. Dat is ook zo. Hebben ze ook wel foto's van, hebben ze allemaal uitgestald, weet je wel. Dus, nou, en over die discotheek stond een heel stuk in. Had ik voor 30 miljoen gekocht, die discotheek. Nou, dat is de grootste nonsens die er is, een discotheek van 30 miljoen. Maar daar werd zo opgeblazen allemaal. Hoeveel was die discotheek? Ja, dat is niet belangrijk, toch? 28 miljoen. Nee. Maar in ieder geval... Nou ja, dat zeg ik. Ze liepen allemaal met die krant rond en er gaat weer een paar dagen overheen. En mijn cel gaat open en ik moest mee en ik werd naar een andere afdeling gebracht. Ik dacht, wat gaan we nou krijgen? En er was een etenafdeling, dubbele deuren in de cel en zo, weet je wel. En ik word er in de cel gezet. Ik denk, wel uitgeleverd of zo. Dat dacht ik nog, weet je wel. Nou, er komen op een gegeven moment een paar bewaarders, heel hoge bewaarders erbij, joh. En die stonken naar de drank, jongen. Heel veel bewaarders drinken daar, hè. Ze zijn echt alcoholisten.
En toen hadden ze een tolk bij en nou ja, ik moest 3 miljoen gulden betalen, was het nog in de tijd. Hè? Ja. Ja, 3 miljoen gulden. Een paar dagen nadat ik uit die cel was gehaald, dat was heel goed gepland, zou Connie op bezoek komen. Toen komen ze bij mij, Jay, en toen zeggen ze tegen mij, luister, of je gaat het nu regelen, of jouw vrouw komt direct op bezoek. En dan zorgen wij dat er voor heroïne in de tas zit. Zit jouw vrouw ook vast hier? Blijft ze de eerste jaren ook hier zitten? En dan krijg je kippenvel, hè? Dan word je helemaal gek, hè? Snap wat ik bedoel? Eén ding. Ik heb altijd op mijn vrouw vertrouwd. Altijd. Snap je? En ik heb altijd tegen haar gezegd van, luister, als je op bezoek komt, een dag van tevoren bel ik jou nog, bel ik niet, moet je niet komen, want dan kan ik uitgeleverd zijn. Want ik stond op uitleveren, dat kon iedere dag gebeuren. Dan zou zij voor niks naar Spanje komen. Ja. Snap je? Dat was het enige wat in mijn hoofd zat. Jongen, zij is zo slim, zij komt niet als ik niet bel. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Hé, hey Jay, luister, de dag dat zij op bezoek moest komen, hè, toen komen ze bij me. Hè, toen zeg ik ze, nou, je vrouw staat voor, zeg ik maar. Betaal helemaal niks. Oké, okay, is goed. Ze gaan weg. Hé, hey, dat was een lange gang, hè. Hoor je gewoon een vrouw gillen, hè. Dan ga je gewoon denken dat dat je vrouw is, hè. Ja. Snap je wat ik bedoel? Zo gek maakt je dan. Ja. Nou, toen kwamen ze, einde van die dag kwamen ze weer. En toen draaiden ze in één keer helemaal om. En ik kon mijn spullen pakken en ik kon terug naar de afdeling en ik mocht in één keer bellen. En ik liet alles vallen natuurlijk, want ik wou bellen. En ik ga bellen en ik kreeg haar aan de telefoon. Hey, ik kon bijna niet meer praten. Ik zei, wat je dan voelde wil je niet weten. Ik zei, luister, wat ik je nu ga zeggen, dan moet je echt goed onthouden. Wat ik je nu ga zeggen, wat er ook gebeurt, nooit meer hier komen. Al zit ik 10 jaar hier, nooit meer hier komen. Nooit meer. Ja, hoezo? Ik zei, dat leg je nog wel een keer uit, maar hier nooit meer komen. Nooit meer. Doet het OM dat soort dingen? Gewoon bewust iemand... Ja, ja, misschien wel, ik weet het niet. Maar ik praat niet in zijn algemeenheid. Ik praat alleen over specifieke zaken en feiten. En van 20 jaar geleden ken ik niet meer alle details. Kijk, ik had heel mijn leven had ik daar opgebouwd. Ik had alles daar. Dus het kostte wat het kost, dat moest kapot. Want anders hadden ze mij gewoon hier aangehouden de dag ervoor. Ja. Dan hadden ze geen uitleveringsverzoeken en dat soort dingen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En dan had ik ben maar gewoon hier komen melden omdat ik wist dat ik op de Interpol-lijst stond. En hadden ze me gewoon hier aan kunnen houden. Begrijp je? Dat zijn dingen wat mij dan heel erg steekt. En dan de manier waarop. Kijk, dat je vrouw naast je in de auto zit. Kijk, als ze op mij schieten, dat risico loop je. Hè? Snap je wat ik bedoel? Maar niet als je vrouw naast je zit. Dat, Maakt niet uit. Later. Ja? Kijk, als jij... Kom bij mij, ja? Ik heb een beetje klein geld, dan mag die best. Ja. Hé, hey, maar Chester, kijk, ze laten hier alles is gedoofd hier, dat weet je, dat is al jaren, maar de laatste tijd is gewoon heel veel overlast. En dat komt omdat al die hulpverleners, er komen meisjes daar, er komen jongens daar en die komen klagen. En dat gaat veel over jou, hè? Ja, oké, dan ga ik voor jou doen. Ik beloof jou. Je moet gewoon hier niet... Ik beloof jou, ik ga voor jou doen. Want dan zie je wat er gebeurt, dan pakken ze de jongens op. Ja, maar de jongens doet ook, verkopen dingen ook met kleine kinderen. En dat heb nu hulpofficier mij gezegd. Kinderen zitten in de auto en ze verkopen gewoon dope. Nee, mag niet. Nee, en daarvan, neem je even van de jongens hier beneden. Ik vertel je straks als ik bij jou kom. Of morgen zo, weet je. Ja, ben je nog foto van mij maken? Heb ik al gedaan. Oké, zet hem maar in die panorama. Hij komt op tv? Oké, is goed, Sean. Wat even kijk dan. Sean is mijn beste vriend al. Ja, ik ben jullie allemaal jullie beste vriend. Hè? Mijn beste vriend, niemand kan hem lastig. Ja, maar je moet wel rustig houden. Ja, ik hou hem rustig. Nou zie je wat er gebeurd is, jaren niet gebeurd. En nou heb je dicht gehad van de week. Doe ik voor jou. Ik is goed, hè? Ik is goed. Dat is genoeg, hoor. Wat op, joh. Ja, neem maar terug. Houd nou rustig hier. Ja? Ja, dat doe ik. Oké. Okay. Doe ik, hè? Ja? Is goed, rustig aan, de vroege Juliette-bende, die was in de jaren 90 actief en die wat naar de praktijk op na. Ik weet niet of het een broodje aap is, maar die zou een martelkamer hebben in die kroeg, in de kelder. Het is ook nooit echt gevonden. Oh, and didn't I take you to... Higher places you can't reach without me. Ja, bijvoorbeeld echt vind als een
politie zou gaan werken? Nee, absoluut niet. Dus je bent niet tegen de politie? Nee, zeer zeker niet. Stel voor dat ik geen politie was. Als er geen politie was, dan hadden we rare maanden kwijt, want dan krijg je het recht van de sterkste. Er moet een systeem zijn, want anders kan de wereld niet draaien. Maar binnen dat systeem moet je ook iemand hebben die een beetje dingen aansturen. Hè? Bijvoorbeeld wat je zegt, een politie alleen. Ik vind tegenwoordig wel dat een beetje doorgeslagen is bij de politie. Hè? Dat je hebt heel veel jonge agentjes die vroeger schijnbaar op school heel erg gepest zijn of zo. En die dreigen zo uit. En dan met name naar allochtone jongeren. Hè? Dreigen zo ongeliefd maken. Snap je? Kijk, weet je wat het is? Als je met nu de forum aanloopt, respect kan je alleen verdienen. Wat je ook aan hebt. Weet je, al loop je in je blote reet. Respect kan je alleen verdienen, dat kan je niet afdwingen. Hè? Iets waar je afdwingt is angst. Hè? Kijk, en tegenwoordig agenten die denken dat ze door hoe dat ze jongeren behandelen, dat ze daar een bepaald respect mee afdwingen. Zelfs onze minister-president die vertelt op televisie dat de boetes voor jongeren verhoogd worden om zo respect af te dwingen voor de politie, bij jongeren. Maar respect kan je niet afdwingen. Dus als onze minister-president dan niet meer weet wat respect is, ja, dan is het ver weg, toch? Kijk, maar stel voor dat er geen politie was, wat dan? He, dan vind ik dat een mooie auto, dan pak ik die auto. Dan vind ik dat een mooie vrouw, dan pak ik die vrouw. Wie doen we wat? Dus dat kan niet. Je moet wel iets hebben wat een beetje de boel aanstuurt en de boel regelt. Dat is logisch. Ik zou je al vertellen, bij ons in de stichting, er zijn jongens, he, dat is een Marokkaans manneke. Er wordt 2 keer op een dag aangehouden omdat die geen ID heeft. Nou, die hebben het niet thuis niet breed, dat is gewoon eerlijk. He? Dus zijn vader is overleden, de manneke heeft geen ID, die kan ze eigenlijk niet legitimeren. Die krijgt 2 keer op een dag krijgt hij een bekeuring, omdat hij geen ID heeft. Maar die agenten weten dat hij geen ID heeft. Hè? Nou, hoe moet zo'n manneke dat gaan betalen? Want dat is ook een beetje doorgeslagen hier in Nederland, hè? Dat bekeuringen uitschrijven, weet je wel. Ben je tegen de politie? Als ik eerlijk mag zijn, eigenlijk wel. Ik ben niet met ze, maar ook niet voor ze, zeg maar. Maar ik weet wel dat ze het... Voor de jongeren tegenwoordig, zoals mij, dat ze het wel moeilijker maken. En dat ik niet gek vind dat ze geen respect meer daarvoor hebben. Snap je wat ik bedoel? Tegenwoordig is het niet meer normaal. Als ik de wereld zou in mogen delen zoals het zou moeten zijn, dan zou we een heel andere wereld hebben. Nou, om te beginnen, wat ik zeg, mensen een basisinkomen geven. Dat iedereen gewoon zijn rekeningen kan betalen. Ieder gezin kan je 2000 euro per maand. Als basisinkomen geven. De grootste negativiteit bij de mensen haal je dan weg. Dan ga je je eigen pas ontwikkelen. Dan ga je dingen bij jezelf ontdekken. Ik weet niet of wij er wel eens over hebben gehad, maar kijk, je hebt een innerlijk bewustzijn, je hebt een uiterlijk bewustzijn. Als jij je uiterlijk bewustzijn leert ontdekken, kijk, jouw uiterlijk bewustzijn is iets oneindigs, snap je? Als je dat leert ontdekken, dan ga je pas zien wat je daadwerkelijk als mens bij je hebt en wat je kan. Wij zaten op een gegeven moment gewoon op een ding van... Echt overleven was dan, ja, dat was echt overleven. Dat je net dat er ook rekeningen bleven leggen bij de zaken, zo, weet je wel. Op een gegeven moment hebben wij dit laten tatoeëren, dia a dia, van dag op dag. Hey, dus als jij je eigen niet meer druk gaat maken over de rekeningen die vandaag betaald moeten worden, kijk, daar kun je eigen druk om maken, maar daar zijn ze niet mee betaald. Dan leggen ze er morgen nog. Begrijp je? En als je met zo'n instelling in het leven gaat staan, dus dat je gaat zeggen van, ja, nou ja, dat zie ik morgen wel weer, hoor. Snap je, morgen een nieuwe dag, hoor. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je eigenlijk niet mee laten trekken in die dingen. En vanaf die tijd is bij ons alles heel erg gaan veranderen. Kijk, die negativiteit is een spiraal, hè? Dat trek je naar beneden. En het is niet moeilijk. Kijk, negativiteit is iets wat werkt als een spiraal. Maar om weer hier op dat niveau te komen, hè? Op die positiviteit waar je zat, hè? Daar moet je zoveel moeite voor doen. Ik weet niet of jij dat een beetje volgt, hè? Met Amerika. Dat volg ik dan een beetje vooral omdat Trump meedoet. Hè? Donald Trump is gewoon een clown. Dat is het altijd geweest. Weet je wel, die heeft zich eigenlijk altijd als clown gedragen. En doordat hij zoveel geld heeft en macht heeft, kan een clown dus de belangrijkste man in de wereld worden. Omdat hij zoveel geld heeft. Snap wat ik bedoel? Dat is toch te gek voor woorden? Later werd de vermeende drugsbaron vanuit de gevangenis van Madrid overgebracht naar ons land. Ik heb 3 maanden in Madrid gezeten, toen werd ik uitgeleverd. Ja, toen denk ik van, wat is hier allemaal aan de hand, man? Wat een poppenkast. Ik werd opgehaald door 8 man arrestatieteam. Ja. Hey? Ik zat achter in het vliegtuig. Nou, ik zat gewoon geboeid, dat mag niet, maar ik zat gewoon geboeid. Ja. Met 8 van die knoesten om me heen. Op Schiphol, waar het laatste eruit ging, stonden gepantserde auto's klaar. Dan werd ik in een gepantserde, want ik kreeg altijd, als ik vervoerd werd, in kolonne. Hè? Een gepantserde wagen ervoor, een gepantserde wagen in de midden, een gepantserde wagen erachter. Kap over je kop, zo'n riem om je dingen, helemaal, dat je helemaal vast zit, weet je wel. Ja. Zo werd ik behandeld in Nederland, toen ik in Nederland kwam.
Een jaar tevoren was er al tumult rond de persoon van John Jay ontstaan, toen er midden in de nacht een bom ontplofte voor zijn woning aan de Kolenbranderstraat in Breda. De bom lag onder de auto van Jay. Ook enkele andere auto's gingen in vlammen op. De politie deed de zaak af als een vergeldingsactie binnen het criminele milieu. Er was echt... Ja, je ligt te slapen en in één keer hoor je zo'n harde klap. Ja. En dat was hetzelfde, in hetzelfde huis liep ik ook op zolder. Oh. En ik kijk uit het raam op zolder, want dat was gewoon zo'n, zeg maar, zo'n dakkapel. Ik kijk uit het raam en ik zie gewoon brand, zeg maar. Hele, oh, ja. En dat was echt zo'n klap. En dan elke keer als dan mijn moeder ons naar school ging brengen 's ochtends, dan keek ze altijd, dan keek ze onder de auto. Ja. En dat is voor ons wel, tenminste voor mijn broertje, die weet dat natuurlijk niet, maar voor mij altijd, ja, wel moeilijk geweest. Een van de medeverdachten in de Juliet-bende van John Jay was de Brit Perry P., die binnen enkele dagen na zijn aanhouding al uit de school begon te klappen. Uit zijn gedetailleerde verklaringen werd pas echt duidelijk hoe de bende rond John Jay jarenlang een waar schrikbewind in en rond Breda had gevoerd. De groepering had zich bezig gehouden met handel en productie van drugs. Bij huiszoekingen trof justitie ongeveer 1 miljoen ecstasypillen aan. Goed voor een straatwaarde van 10 à 15 miljoen gulden. Maar de Juliet-organisatie deed meer dan drugs alleen. Met grof geschut werden de belangen verdedigd. We waren wel op alles voorbereid natuurlijk. Dus we staan een paar auto's in de hoek, in het donker zo. Nou, er komt een bus oprijden, hup, vliegen met een paar auto's, hup, die busklem, trekken die dingen, van die micro-oezies. Dus om die bus en zo, van, nou, er zitten een paar jongens in van de motorclub. Die stappen uit, wow, wow, wow. Maar ja, ik denk, direct gaat die achterdeur open, zitten er een paar met een ding in, hè. Daar hou je dan rekening mee. Ja, ja. Dus we zeggen, nee, er is niks aan de hand, dit en dat. Ja, even de bus open. Nou, die deed die bus open. Hadden we nog met Jamal, er staat ook nog in de, ben ik ook. Jamal, dat was die Marokkaan, en die op een gegeven moment stoer doen en die trekt dat pistool. En heel dat pistool flikker uit elkaar. En Jamal zegt, ja, daar hebben we zo over gelachen, joh. Dan zegt, nou, die deur open, nou, niemand erin, dus we pakken die bus over, we rijden. Maar ik zat zelf bij in die bus. En ik rook al in de bus, ik denk, dat is niet goed. Waterschade, hè? Als je van waterschade hebt, stinkt heel erg. Ja. Dus op een gegeven moment, we rijden naar een locatie van ons en we rijden naar binnen toe en we gaan kijken, ja, wel bovenop, want dat was een zwarte paard, bovenop allemaal mooie platen, hè, in de cellofaan. En hoe verder je kwam, hoe erg dat begon te stinken. Dus wij kijken, hup, een paar honderd kilo eraf gehaald, oké, apart gelegd. Ik heb die bus gepakt, ik ben naar die man gereden die tussen zo was. Weet je, ik heb die bus voor de deur gezet, ik heb hem die sleutel gegeven, ik zeg maar tegen hun, ik zeg dat ze goede spullen brengen. Ja, die sloeg helemaal in paniek, want er stond een bus voor de deur, maar ik weet niet hoeveel, het was wel rotzooi, maar ik weet niet hoeveel huis erin natuurlijk. En op een gegeven moment, nog een gesprek gehad, er kwam weer en toen waren we heel kort en toen zeiden we, luister, wij hoeven geen dingen meer met die trucken, wij hoeven geen huis meer, wij willen gewoon geld, op Engelse waarde, weet je wel. Ja, ja. Want dat was allemaal voor export, dat was allemaal voor export. In de stukken ontstaat het beeld van een nietsontziende bende. We lezen over zware misdrijven, ontvoeringen, ernstige mishandelingen, ecstasy-export en ripdeals. Wie niet op tijd met geld over de brug kwam, had een groot probleem. Dus alles werd geregeld en we kwamen samen met een paar plunjezakken en Engels geld. En toen begon het. Die was zo onder de indruk, die duwde dingen in mijn handen, die wou contact met me houden, weet je. Dus na heel die dingen afgewerkt was ik contact met. En luister zo en zo. En ik word ook iedere keer besodemieten door hun. Want hij was de man die alles regelde in Karachi of zo heette dat daar, in Pakistan. En hij zegt, ja, ik heb carte blanche. Carte blanche. Ja, wat bedoel je carte blanche? Ja, zoals ik het zeg, ik heb carte blanche. Maar dat wilde dus zeggen, kijk, achteraf, toen wisten wij dat niet. Maar als je die IRT-affaire hebt gevolgd, die IRT-affaire, dan begrijp je wat hij bedoelde, want hij had carte blanche, hij kon doen wat hij wou. Ja, met justitie uit, van justitie uit, snap wat ik bedoel? Maar in die tijd, daar waren wij niet mee bezig. Nee. Alleen na die IRT-affaire, ja, toen kon ik dat, want hij is een van de grote mensen binnen die IRT-affaire geweest, toen kon ik dat wel invullen, weet je. Hij zei gewoon tegen mij, hij zei, Johnny, luister, hij zegt, ik wil ook iedere keer gefopt. Hij zei, als ik zo'n team als jullie achter me heb, hij zei, dan hoorde de grootste in Nederland, hij zei, dan hoorde de grootste in de wereld. Thank you.
de luchtplaats. Dat is een heel andere ervaring, hè? Een lege koepel. Zo. Ah, dit is echt zo mooi. Dat is mijn cel altijd geweest, hè? 307 bovenin. Ja, ik zou het graag willen hebben. Dan kan ik een paar honderd jongeren opvangen. Ik heb een jongerenstichting. Daar vang ik jongeren op die op straat leven. En dan creëren we woonruimte hebben dan. We hebben een grote kringloopwinkel waar ze een inkomen allemaal uit hebben. Maar ze op het moment wekelijks komen er. En dat is allemaal jongeren die uit instellingen komen. En dan 18 jaar worden ze gewoon op straat gezet op het moment. Nou, dit hangt normaal boven. Hè? Kijk, hier beneden heb je de recreatie en de sportzaal. Ik weet niet of dat nog is. Is dat nog of niet? Er staat niks meer in. Dat is jammer. Ja, daar kun je gewoon op lopen. Dat is gewoon. Kijk, hier had je recreatie. Dit was de sportzaal volgens mij, ja. En nee, dit was de recreatiezaal en daar had je de sportzaal. Dus hier kon je koken, kon je biljarten. Ja, wij hadden er wel moeite mee. Ik het tenminste wel, op het begin. En ik zit ook net in een periode eigenlijk een beetje... Ja, dat ik een beetje wel ouder werd en zo, snap je? Je beseft alles goed en dan zit je toch, ja... Je vader zit binnen en... Ja. Dus af en toe heb je een ruzie met je moeder en dan ben je helemaal... Ik was mijn vader dan maar, hè? Ja. Ja, dat ken dan op zulke momenten niet. Ja. Ik ken dan vooral omdat mijn ouders gescheiden zijn, is het ook wel moeilijker dat ik dan met mijn tante altijd op bezoek ging, want mijn moeder ging niet meer dan. Als je het geluid nu al hoort, hoe dat eigenlijk galmt. Ja. En dan moet je kijken als 200 mensen hier dus heel de dag rondlopen, deuren open, deuren dicht. Wat een hè? Als je hier staat, ja. Dat je juist een goed gevoel zou hebben. Nee, helemaal niet. Je hebt wel goede herinneringen. Zeker, ik heb wel een goede herinnering aan de koepel. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat het helemaal leeg is nou. Kijk, als jij je moet nagaan, als hier een paar honderd man zit, dus continu is er rumoer, hè? En nu is het gewoon helemaal... Helemaal rust, stilte. Dit was de bewaardershok. Zeg maar het kantoor van de bewaarders. Ja, hier stond je bed. Dat was je bureautje. Dat zijn de kledingkasten. Dat was de reiniger, dus dan zat je naast de bewaardershok. Nee, dat was je als eerste geopend. De reiniger, dan moest je... Ja, zorgen dat alles goed liep op de etage, eten uitdelen. Hier hadden we de doucheruimte. En daarachter had ik een keukentje, een illegale keuken. Dus hier had je een wasmachine staan, de dingen staan. Hier stond de wasmachine, de dingen. En dan had ik hier een tafeltje en had ik elektrisch koken. Dan deed ik voor de waardig op zondagmorgen een eitje bakken en zo kon ik heel de week koken. Mijn vader zei altijd, ja, ik ben binnenkort weer thuis. Ik kwam zo weer thuis en dat geloofde ik. Maar ja, dat duurde jarenlang. Ik ben zo weer thuis, heet hij dan. En de goede zijn de mensen die aan de top in de wereld staan. Maar er zijn wel de mensen die dagelijks bommen neergooien. Snap je? Waardoor we in een situatie komen waar we nu in zitten. Snap je wat ik bedoel? Dat zijn de goede. Moet ik mij daarin verenigen? Ik ken dat niet. Snap je? Ik heb een andere denkwijze over die dingen gewoon. Oké, dat is misschien, voor heel veel mensen is dat een criminele gedachte. Maar als je nu kijkt wat er voor wiet in de koffieshops verkocht wordt, waar zoveel chemicaliën in zitten, waardoor jongeren zo paranoia worden, want dat is een heel groot probleem met de jeugd, hè? Dat is puur de wiet die in de shops verkocht wordt, wat zoveel voeding, chemische voeding krijgt, waardoor die plant bom voor chemicaliën zit, waardoor jongeren helemaal paranoia worden. Dat is puur door de wiet. Ik vind als overheid zijnde, kijk, als je zoiets kan doen, je ziet die werkzaal hier en je gaat zelf biologische wiet kweken, je levert dat zelf aan de shops, daar kun je alles mee bekostigen hier. Ik heb nou weer een jongen via de reclassering binnengekregen. Nou, die is pas los van de straat erop. Maar die jongen zegt ook, ja, maar als ik op straat ben en ik heb niks, wat moet ik dan? Die jongen die wil helemaal niet die kant op, maar die wordt die kant op gedwongen.
Nou, als jouw moeder maar een paar tientjes in de week krijgt. Mijn moeder is alleenstaand. 5 kinderen met mij erbij. Ik ben de oudste. Ja, er zou toch wel wat moeten binnenkomen, hè? Gemeente Breda zou een voorbeeld kunnen zijn voor heel Nederland. En dan hoeven ze dat niet per se met mij te doen, maar dan kunnen ze ook in hun eigen dingen doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, want dan heb je gelijk een heel groot stuk opgelost, hè, in je stad, hè? En dan moet je nagaan aan die kant, bij die cel. Dan zit je aan de kermiskant. En dan kwam Connie en de kinderen, dan kwamen ze altijd roepen. Dat kon je echt horen. Ja? Ja. Ja, dan kwamen vaak de vader, zoals je hond. Ja, dan gingen we altijd roepen en zwaaien. Ik en mijn moeder reden gewoon daarheen. En dan wisten we precies, zeg maar, had hij uitgelegd vanuit die kant zit ik in het derde raampje of zo. Ja, en dan zagen we hem staan en dan gingen we zwaaien s'avonds en dan gingen we terug naar huis. Hij kon jullie ook zien? Ja, oh, ja, okay. We konden elkaar gewoon zien. Ja. En dan riep hij pa en dan riep hij terug. Hè. Dat was zo'n heel klein raampje, zo'n vierkante. En stond dan open voor de lucht, hè, maar dan hoorde hij mij. En dan roept hij weer terug, ja. Die brief die hangt, er staat ook een telefoonnummer op. En dan kun je gewoon bellen voor de sticker. Kun je iets over die bankovervallen zeggen? Hoe je eigenlijk bent begonnen daarmee? Hoe kwam je op het idee om zoiets te doen? Een bankoverval? Eigenlijk bij toeval. Toeval bestaat niet, hè? Toeval bestaat niet, maar we waren toen s'avonds een beetje onderweg aan het kijken en aan het doen en inbreken. En toen waren we bij een winkelcentrum, hadden we hadden zo'n plaat weggehaald aan de zijkant. En toen kwamen we achter een beveiligde ruimte uit, zeg maar. En toen is het eigenlijk geboren, ja. Er ging geen alarm af, niks. En toen zijn we weggegaan met z'n tweeën. We hebben 2 speelgoedpistooltjes gepakt, hebben we een zwart gespoten. Dat is echt, hè. Dat was ons eerste overal. We hadden van een trui van de mouw, hadden 2 bivakmutsen gemaakt. Toen zijn we terug naar binnen gegaan en hebben we heel de nacht zitten wachten. En toen 's morgens kwam de eerste binnen. Nou, die kon ook gelijk de kluis openmaken, dus de kluis opengemaakt. Was geen vertraging toen of zo? Niks, dat was allemaal niet in die tijd. Hè. En dat was de eerste overval, ja. En dat ging goed? Dat ging heel goed, ja. Hoeveel heb je buiten gemaakt? Ja. niet te veel in details. Locaties uitzoeken waar je binnen kon s'nachts. Inbreken. Rondje door de bank, terug naar buiten, wachten. Geen stille alarm, spullen ophalen. Terug naar binnen, heel de nacht wachten. Personeel op wachten, kluis openmaken. Dat ging altijd goed? Altijd. Ja. Nou, dus, ik ben nu bezig. Ik heb plat en cd-hoek helemaal aanpakken. Maak ze zo fijn ik van. Het is toch stoptober? Stoptober, ja, maar niet voor mij. Nee. Ik doe het gewoon niet aan mee, Jake. Dat zijn niet mijn. Als je kijkt, daar had ik wel eens een voorbeeld. Ik ben een crimineel, hè? Maar dan moeten mensen mij eens uitleggen. Hè? Je hebt de tijd gehad dat AIDS kwam. Hè? Op een gegeven moment is daar een medicijn tegen uitgevonden. En er zijn in Afrika zijn miljoenen kinderen doodgegaan omdat ze geen medicatie kregen, want dat was te duur. Ja, toch? Afgelopen jaar is patent eraf gegaan. Hè? Dat kostte $15.000 een kuur. Weet je wat het nu kost? Een paar euro. $300. En dan zeg ik miljoenen kinderen dood laten gaan die niks gedaan hebben, die met AIDS geboren zijn in Afrika. Hè? Dan zeg je dat ik een crimineel ben, snap wat ik bedoel? Ja. En toen ben ik bos gereden. Maar dan rij je zo richting Marseille langs bos zo. Maar dan kunnen ze ook langs Marseille komen, dan kun je niet meer weg. Ik denk shit, trek komt er langs die kant ook een wagen. Dus heb je de brug en dan heb je het Marktkanaal. Weet je wel, het water. Ik denk, ja, als ze dan langs die kant komen, dan kan ik niet meer weg. Maar ik had al een flinke voorsprong. Dus ik heb op een gegeven moment op die brug ben ik gestopt, ben ik uit de auto gesprongen, heb die tas gepakt, ben ik in het water gesprongen met tas en al. En die tas onder water gedouwd, zo weet je wel. Dat die hier zag. Ja, en er was een hondenwagen die achter me aanreed, die had zo'n licht erop. En in één keer vol dat licht op me. Ja, ik stond in het water natuurlijk, tot hier. Snap je? Oh, ja. Ik stond aan de kant tot hier in het water. En ja, wat is dat? Ik zeg, ja, ik zag die tas drijven, ik wil hem pakken, ik flikker in het water. Ik heb 5 maanden in beperking gezeten, dus dat je geen bezoek, niks mag hebben. Na 5 maanden ging ik eruit. Nou, dus in die tijd, ja, dat zeg ik, dat was zo makkelijk. Op bankovervallen was zo makkelijk. Maar wat was de grootste die
wat was de jackpot, zeg maar? Ja. Er altijd eentje waarvan je... Dat is niet belangrijk om te zeggen, ja. Nou, maar ik kan wel een voorbeeld geven van... Een paar ton de man. In één keer. Toen deden we er eentje, dat is wel de grootste geweest. Was 21 man personeel. Hebben 21 mensen opgewacht. Zo. Ja, en allemaal in de kantine. Er zat geen ramen. Allemaal in de kantine gezet. En... Mensen bang natuurlijk? Ja, mensen... Maar meestal waren ze wel rustig. Even schrikken ze en dan... Dat ligt ook aan jezelf, hoe dat je zelf bent. Als jij bang bent, dan zijn hun ook bang. Hè? Ja. Als jij rustig bent, zijn ze ook zo rustig. Ja. En dan had je van die... die koffers stonden klaar voor die gelddingen. Zo'n meisje ging de kluis mee openmaken. Ik had die koffer. Dus ik had die koffers. Ik zei, hé, staat er nog één nog? Kijk in. Dat was buitenlands geld. En ik pakte een stapel geld, ik gaf ze gewoon geld. We hebben een keer meegemaakt, want dan deed je de vluchtroute van tevoren, de hele vluchtroute natuurlijk rijden, hè, kijken. En we deden altijd als eerste vluchtauto, gebruikten we een auto van een van de personeelsleden. Snap je? Ja. Die sloten we op en pakte de sleutel en nam een auto, want die stond altijd op parkeertrein achter de bank. Ja. Meestal bij de achterdeur, dan kon je zo, daar reed je een paar minuten mee en dan had je ergens op een parkeerplekje bij je flat, had je een andere auto staan, dan stap je over en dan waren ze al kwijt, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar we hadden een keer gehad, jongen, hadden we s'nachts de route gereden. En toen waren we s'nachts naar binnen gegaan. En s'morgens komen we eruit en heel die route was afgesloten, jongen. Ja, dat wil je niet weten. Ja, dat is schrikken. Dus. Zo, hey, dus we komen aanrijden. En we rijden, jongen. Hey, en we komen bij dezelfde dingen terug. Dus, en we staan zo. En wij bleven altijd rustig, hè? Dat moet ik eerlijk zeggen, hoor. En mijn maat was altijd chauffeur, want er was gewoon een kanje om mee rijden. En ik had altijd wel een ding op mijn schoot leggen. Als het moet, dan zit ik wel op de motorkap. Ja. Ja. Ik zal nooit op die mensen schieten, maar op de motorkap. En we staan bij de stoplichten, jongen. Hey, er komt een politie aan met zwaailichten. Hey. Achter ons, weet je wel. Maar we bleven gewoon rustig staan. Hè. Hey, ze gaan ons voorbij, jongen. Dat was niet voor u. Hey, ja, hè. Ze gaan ons voorbij. En ze vliegen langs zo, voor ons langs. En ze rijden hier en wij trekken op bij de stoplichten. Hey, dat was precies de bank. We waren helemaal rondgereden. Oh, shit. Ja, doordat die route afgesloten was. Ja. En toen? Niks, gewoon rustig, hoor. Op 8 juni werd er een overval gepleegd op dit filiaal van de ABN AMRO Bank in Steenbergen. Daarbij werden twee medewerkers van de bank een tijd lang gegijzeld op het toilet. Op 24 juni wordt er in het Zeeuwse Kruiningen op vrijwel precies dezelfde manier weer een gewapende overval gepleegd. Bij zijn vluchtpoging werd hoofdverdachte J in zijn been geschoten door de politie. Volgens de politie zou ook J geschoten hebben, maar J ontkent dit. Was dat de beroemde kleding? Ja, kijk, kogelgaten. Zo. Bloed. Zo. Dat is van de laatste bankoverval, ja. Ik heb hem afgekammerd teruggehaald. Lief, hè? Ja, lief, ja. Kijk, hier is de kogel erin gegaan. Is die dwars door de bot gegaan, zo, heel de bot was weg hier zo, kijk, zie je. En is hieruit gekomen, hier zat zo'n gat. En toen hebben ze 1, 2, 3, 4 van die schroeven hierin gezet, met zo'n ding ertussen. En er was ook zo, weet je, dat na een paar weken die specialist kwam. En dat ging heel erg stinken, daar rook ik zelf ook wel. Dan kun je ook bijna niet uitleggen wat voor lucht dat is, maar dat is gewoon rottend vlees. En dat de specialist op een gegeven moment kwam en dat hij zei, ja meneer Jans, u moet maar met ergens rekening gaan houden. Ik zeg, dat is het, dat we hem hier onder je knie gaan amputeren. Ik zeg, nou volgens mij ben je niet helemaal goed, maar dat gaan we niet doen. Ik zeg, weet je wat jullie doen? Geef mij maar gewoon die spullen om het schoon te houden, nou ik het zelf wel schoon. En toen deed ik gewoon echt een wat hierin. Dan hadden ze van de water, zo'n bak, zo'n stalen bak met water, ja dan moest je dan dat water in doen, deze watten dingen in. En dan duwde ik me gewoon hierin en dan trok ik hem hier gewoon uit en deed gewoon zo schoonmaken. En ik heb nooit pijn gehad. En toen kwam hij na een week en toen zei hij echt van... Dan keek hij echt, nou dit heb ik nou nog nooit meegemaakt, zegt hij. Snap je? Maar dat is ook in de gevangenis, hè. Daar gebeuren ook, in het ziekenhuis gebeuren ook dingen wat niet allemaal klopt. Kijk, op het moment dat ze jouw been eraf halen, dan ben je ook. Dan ben je ook klaar, hè? Dat de maatschappij zoals het nu gaat, ook in Nederland, als jij kijkt dat, hoeveel mensen in de schuldsanering bij de voedselbank komen, het zakt steeds verder weg.
Dus mensen komen op een gegeven moment in opstand tegen het systeem. Wat je zegt, 500 voor een binnenhof, 160 miljoen voor een station. En de mensen hebben geen eten. Dat zijn de mensen, kijk, als je geld hebt is het niet erg, maar als het geld jou hebt. En de meeste mensen in de wereld die geld hebben, het geld hebben hun. Die hebben geen geld, nee, het geld hebben hun. Die willen alleen maar meer, meer, meer. Nee, weet je dat 96% van het totale wereldvermogen in handen is van 5% van de mensen? Van 11 mensen. 5% van de mensen, 96% van het totale wereldvermogen is in handen van 5% van de mensen. Dat is nog minder, hoor. Dus er blijft een 4% over, dan moet je verdelen over 95% van de wereldbevolking. Vind je dat gek dat we zo verrotte wereld hebben? Nee, ik vind dat niet gek. Dat klopt. Er zijn mensen overleden en dan kreeg je gewoon naar huizen liggen. Aha. Maar misschien zit er wel wat tussen voor kunst en kids. Ach, kijk eens hier. Zo. Dit is allemaal hier. Jo, dat zijn allemaal schilderijen. Kijk. Zo. Er zit een mooie bij, hoor. Moet je kijken. Stel levens. Zie je dat? Ja. Misschien is het wel zo van dat... dat mijn investering gelijk terug is. Ja, dat zou mooi zijn. Dan zal het wel fijn zijn als je wat terug aan. Er zit nou intussen 1,5 ton in of zo. Maar dat is niet erg. Kijk wat je bereikt, hè. Ja. Kijk, als deze echt zou zijn, dan is dat de koeien. Dat is Isaac Israël. Zo. Als je kan leven, hoe dat je zelf denkt dat het leven moet zijn. Ik denk dat je dan al... dan ben je pas rijk, denk ik. Kijk, financiën, dat is geen rijkdom, hoor. Het maakt het leven een stuk makkelijker, dat is iets anders. Maar dan komt dat de maatschappij zo is, hè. Als jij zo'n station in Breda had je toch gezegd, dan wachten we 10 jaar totdat de crisis voorbij is. Dan zorg je toch eerst dat al die mensen die aan de voedselbank zitten en die de rekeningen die kunnen betalen, dat die mensen geholpen worden, of niet? 160 miljoen kunnen we wel echt gewoon mensen helpen. Ja, ze hebben nou weer 12,5 miljoen bij gehad, hè. Ja. Omdat ze niet konden heien, maar schroefpalen hebben. En als jij, ik zoek die dingen allemaal uit, hè. Als je dan het verschil ziet tussen schroefpalen en heipalen, er zit bijna geen verschil tussen. Maar ze krijgen wel 12,5 miljoen bij. Ik ben zo bij de kap. Ik ben nou even bij de stichting en dan rijd ik zo naar de zaak. Dus ik jou direct wel. Ja? Oké. Okay. Doei Jan. Hoi, hoi, hoi. Hier, nou manneke. Panneke soep. Ik heb gisteren soep gemaakt. En we doen ook een keer bij de tattoo shop. Als ik aan het tattoos. Ik heb gisteren weer een tattoo gezet. Oh, ga je zelf? Ja, dat is wel gaaf. Ja. Een keer, kijk. Die heb ik gisteren weer gedaan. Vet, hè? Ja. En Kik. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Is het goed? Ja, zeker. Mooi zo. Ja, die kent ik door echt... Het is echt waar je echt op moet letten, wat er heel erg in is, zit die... pas gelopen kunstveiling, dat is ivoor uitgesneden dingen, dat soort dingen, is momenteel heel naar China toe. Nou, gisteren, wat komt er binnen? Kijk. Maar dat is zo mooi, zo gaaf. En dat zijn dingetjes, daar moet je op letten. Nou, je had dat gezegd en gisteren, kom tussen de spullen. Hup, daar weer. Ik denk, Ja. Moet eens kijken hoe mooi dit beschilderd is. Ja, dat is heel gedetailleerd geschilderd. Dus alles wat ik denk, een beetje waarde zetten we in die kluis. Ja, beeldjes, dingetjes, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat, toen zei mijn zusje al een paar keer laat, dus die taxateur komen. Dus ik had die taxateur afgesloten. Nee, die was de woensdag. Oei! Die was de woensdag en Dat heeft natuurlijk een bepaald vet aan zijn poot. Hij heeft er nog 3 of 4 apart gezet, hoor. Die moet hij even uitzoeken. Maar deze was gelijk bingo. Hey, ja. Die vent, dat is echt, hè. Die mensen zijn echt met die dingen. Die vent kreeg gewoon kippenvel. Ja. Kijk, gewoon kippenvel van zitten. Uit de 30-tal mini-discs die in ons bezit zijn, dringt zich een beeld op van de beruchte Juliette-bende. De misdaadgroepering die halverwege jaren 90 het Brabantse land onveilig maakte met zeer gewelddadige ripdeals en gruwelijke mishandelingen. Ik durf gerust te zeggen dat wij meer liquidaties hebben voorkomen. Ondanks dat ik gezegd word dat ik bij liquidaties betrokken ben geweest, ik ben nog nooit bij liquidaties betrokken geweest. Maar wel heel veel liquidaties voorkomen in die wereld, ja. Door dingen gewoon op te lossen. Snap je? En dat is niet altijd de bemiddelende dingen, maar dat is gewoon vol erin gaan en daarna gewoon ook naar buiten komen met je gezicht. Hè? Dus jij kan niet verstoppen achter dingen. Gaat die tekening eruit?
Ja, klopt. Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? Tatoeëren. Ja, ga je hem afmaken of ga je het zien? Bij. Maar ik zie het tatoeëren ook als de kunstenaars van deze tijd. Als die, ja, dat is echt. Vroeger had je de schilders en nu zijn het gewoon de tatoeëerders. Oké. Okay. En dat is? Een vrolijk Indiaan, hè? Ik ben een Indianenman. Alles wat ik doe is mijn Indiaan. Ik wil de nieuwe, oude allemaal aan. Overlap coveren. Wat voor betekenis heeft dat voor jou? Voor mij. Ik denk dat Indianen vroeger beter het leven begrepen als de mensen van nu. Die in ieder geval dichter in het leven stonden als de mensen van nu, laat ik het zo zeggen. Heen met de natuur. Hè? Ik vind de wereld is van iedereen. Jij kan geen grond kopen die niet van jou is, dat kan niet. Die grond is van iedereen. Snap je wat ik bedoel? Waar is dat begonnen? Ja, heel ver terug, man. He? Heel ver terug, man. Ja. Kijk, het is ergens begonnen. Iemand heeft gezegd, dit is mijn grond. Maar dat is hetzelfde met het koningshuis. He? Wij hebben een koningshuis. Wij hebben een koning waarvan zijn overgrootvader 200 jaar geleden zichzelf koning heeft gemaakt. En ik ben daar een onderdaan van. Kom op, zeg. Dus je bent niet koningsgezin? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En zeker niet hoe dat... Hoe dat men zich als... Kijk, ik vind als jij... Ten eerste, alle mensen zijn gelijk. Hè? Niemand is meer en niemand is minder als een ander. Klaar. Iedereen wordt naakt geboren en iedereen gaat dood. Dat heb je niet in de hand. Ieder mens is hetzelfde. En iedereen poept hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? De een wat dikker, de ander wat dunner misschien. Maar ja, dat is toch zo. Kijk, maar ik vind... Als je dan een koning bent... Gedraag je... Of koning wil spelen. Gedraag je dan ook. Speel het dan ook goed. En zeg dan gewoon... Dit jaar geef ik heel mijn toelage aan de voedselbank, aan de arme mensen. Dan speel je nog een beetje de koning. Dan krijgen mensen nog een beetje het idee dat je een koning bent. Begrijp je? Als ik zie, als je volgt bijvoorbeeld koning Mohammed van Marokko. Ik ken ook de tijd van zijn vader, koning Hassan. Toen kwam ik veel in Marokko. Dat was een heel andere tijd. Als je toen geld had, dan kwam alles daar. Dat was gewoon zo. Mensen met geld komen alles daar. Maar als je kijkt dat koning Mohammed het land zo veranderd heeft in de tijd dat hij er is. En als je dan kijkt dat hij afgelopen jaar, waar je niks over hoort, van zijn eigen vermogen, gewoon aan de arme mensen hebt geschonken in Marokko, dan gedraag je eigenlijk nog, dan speel je nog een beetje de koning, weet je wel? Dan begrijp je het spel nog een beetje, laat ik het zo zeggen. Hé? Is die af? Ja. De volgende! Kijk je? Moet je echt even... Kunstwerk, hè? Mooi, hè? De bendeleden zijn bijna allemaal afkomstig uit Nederland. Ze waren vooral in Noord-Brabant actief, maar opereerden ook over de grens. Uit Marokko werden softdrugs geïmporteerd om de productie van synthetische drugs zoals ecstasy te financieren. Deze manier van werken leverde de bende enorm veel geld op. De omzet wordt geschat op vele tientallen miljoenen guldens. Bij huiszoekingen vond de politie softdrugs met een straatwaarde van 10 miljoen gulden. Naast de drugs nam de politie ook vals geld en vuurwapens in beslag. De hoofdverdachten moeten waarschijnlijk eind mei voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen. Ik mis wel iets. Kijk, als je dit hebt. En dat zijn dingen, dan worden ze wel zo fel op je. 5000 kilo. As. Ja, dat was in het politiebureau hadden ze dat gepikt. Hadden ze het gepikt, ja. Ik ben er niet bij geweest, laat ik het zo zeggen. En ik ben er echt niet bij geweest. Maar je hebt ze aangestuurd, of wat? Ik heb niks aangestuurd. Ik, Je weet er ook niks van. Nee. Tuurlijk weet ik er wel vanaf, zeker al. Maar ik ben er niet bij geweest, dat is iets anders, toch? Kijk, als ze mij vandaag zouden bellen en ze zeggen er staat 5000 kilo hash, die keer weg aan het politiebureau, dan doe ik vanavond mijn muts op en mijn handschoenen aan en dan ga ik mee, hoor. Je denk ik van niet. Daar ben ik gewoon eerlijk in, klaar. Als iets op politiebureau staat, is het van niemand. Toch? Als wij over de Juliet-tijd praten, kijk, dan praat je over de IRT-affaire. De meeste mensen weten helemaal niet wat de IRT-affaire is geweest. De IRT-affaire, dat is gaan draaien doordat er containers vol wekelijks met drugs Nederland binnenkwamen. Dat helemaal georganiseerd en geregisseerd was door justitie zelf. Dus wat deden die? Die gingen gewoon
zeg maar, iemand vanuit de groep, die stuurde ze gewoon naar de politie, zogenaamd als informant. Hmm. Snap je? Ja. En die zei dan van, ja, ik heb contacten. En die hebben weer contacten met die en die van de Bruinsman groep, zeg maar. Ja. Dat was Charles Holzman, die verdachte daarvan. Etienne Urka verdachte ervan. En hoe heet die, Stan? Stanley. Die verdachten ervan dat die dus de erven Bruinsma waren. Dus die hadden de dingen van Bruinsma overgenomen. En toen had jij Vondel en Lange doen, dat waren twee regisseurs. En die hebben dat helemaal op poten gezet. Maar die hadden zelf een fabriek opgezet in Zuid-Amerika. Snap je wat ik bedoel? En kijk, er zijn mensen, er werden ook heel veel wiet geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. Maar er stonden er twee rijen wiet en de rest was allemaal cocaïne. Maar wat wij niet wisten, dat wisten we dan wel, dat half Nederland een beetje met justitie aan het werken was in die tijd. En daar is op een gegeven moment, zo zijn wij ook een beetje in die wereld terechtgekomen met wat ze zogenaamd noemen de Juliet-bende. Dat de mensen die in de partij zaten en die dan de deel niet kregen. Ja, en die daar verbouwereerd over waren. En die bij ons kwamen, met name naar mij toe, omdat ik wel een bekend persoon, een bekend gezicht had in die tijd. En die naar mij toe kwamen en die gewoon kwamen van, luister, ik heb 500 kilo te goed en ze willen me het niet geven. En als jullie het ophalen, dan krijgen jullie de helft. Dus de helft voor jullie. En als jij inside informatie krijgt, dan is het heel makkelijk om bij dingen te komen. Hè? Snap je wat ik bedoel? Dan was het, ja. Heel vaak was het een deur openbreken van de loods. En dan lag er geen 500, dan lag er 2000. Ja, dan neem ik 2000 mee. Dan is er een commissie opgesteld, de commissie van Traan. Meneer van Traan was dat. Dat was de voorzitter van de commissie. En er kwam zoveel boven tafel en die beerput die begon zo te stinken. En op een gegeven moment heb meneer van Traan een eenzijdig ongeluk gekregen. Die is overleden. Tijdens die IRT-affaire. Hè? Ik zeg niet dat ze dat bewust hebben gedaan, maar ik zeg wel dat er in Nederland, zoals iedere overheid, dat is niet alleen Nederland, maar iedere overheid, in het verleden hebben we het al uitgewezen, hè? Dat de Engelse geheime diensten een opruimteam hebben, dat de Israëlische geheime diensten een opruimteam hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse overheid ook een opruimteam hebben. Want er zijn in de criminele wereld wel liquidaties gebeurd waar heel veel mensen vraagtekens bij zitten. En waar nog steeds heel veel vraagtekens bij staan. Wat absoluut niet uit de criminele wereld is gekomen, laat ik het zo zeggen. Waarom zou een Engelse wel hebben en een Israëlische wel en de Nederlandse niet? Kom op, zeg. Ja. Dat zeg ik bovendien. Als je naar de wereld een beetje kijkt en een beetje oren te luisteren had in die tijd, dan zeg ik, afgelopen jaren zijn er wel dingen gebeurd waar heel veel vraagtekens bij gezet worden. Hè? Kijk, het is niet leuk als je dochter opbelt en pa, weet je wat er nou op internet staat? Mensen de lichaamsdelen afgesneden, opgestuurd naar de familie. Nou Jay, ik zweer het en dat meen ik echt. Jij bent de cameraman, als ik daarbij betrokken ben geweest. En iemand kan daarmee komen, dan mag ze mijn handen onder het oog van de camera, mogen ze allebei mijn handen afhakken, dat meen ik echt. Omdat John Jansen de hoofdverdachte was van een bende Brabantse criminelen die geweld niet schuwde, noemde de politie de groep de Juliet-bende. Ja, dat is nou van jouw initiaal, hè? Nee, dat is niet waar. Maar dat ja, dat zeggen ze altijd. Nee, dat is van het militair alfabet. Ja, militair, maar ja, John Jansen, jee. Ja. Maar dat is niet omdat het. Maar ja, dat maakt niet uit. Mag het wel? Wel verder. Rondom Jansen kreeg de regisseur een rijk geschakeerde groep in beeld. Met onder meer. Kreeg de recherche een rijk. Oh ja, de recherche een rijk geschakeerde. Ja, ik zie het ook niet zo goed zonder bril. Hè? Nou geen maar hier. Zal ik erop? Ik ben de enige die kan lezen, maar ik mag niet lezen. Ik ga filmen. Dus, ja, hij moet filmen. Even. Nee, ik begin er ook niet aan. Zonder te verifiëren publiceren ze dat gewoon. En dat is gewoon wat ik naar jou hoor laten zien, hoe makkelijk de media dingen schrijft wat totaal niet op waarheid berust is. Hè? Als je kijkt in dit kleine stukje, ik zal je een paar citaten eruit halen. Met onder meer een ministerzoon. Nou, er is nooit een ministerzoon. Een oud politieman. Er is nooit een oud politieman bij ons geweest. Kom, dan hebben we nog meer hoor. Hier, daar staat ook. Slachtoffers werden flink mishandeld, schreef de recherche in de politiedossiers. En er zouden zelfs lichaamdelen zijn afgesneden en opgestuurd om druk te zetten. Er staat in geen één dossier komt daarvoor. Dat is ook nooit gebeurd, maar. Dus dat is zo'n kort stukje, kijk. Waar gewoon al zoveel onwaarheden in zitten. Dat je daar gewoon soms misselijk van wordt, weet je wel.
Jonnier werd door justitie lange tijd gezien als een belangrijk figuur in de Bredase onderwereld. Vanwege die reputatie besloot justitie vandaag de zaak te houden in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam. We hebben gekeken naar deze zaak en naar deze verdachte. En dan maak je een inschatting van de mogelijke risico's die er zijn gelinkt aan de persoon, aan zijn verleden, aan zijn omgeving. En door ons is de inschatting gemaakt van dat er zijn omstandigheden die maken dat we deze zaak in een beter te controleren omgeving moeten doen. In plaats van in de zittingszalen in Middelburg. Iedereen wist op een gegeven moment wie we waren. Kijk, er was iemand, daar hadden we iets voor gedaan. En daar hebben we allemaal heel goed aan verdiend, echt heel goed. En die moest een bepaald deel krijgen. En toen werd er in één keer gezegd van hij krijgt niks. Hij krijgt niks. Nee, want die informatie Engelsman, hè. No, you give not the good information, this, weet je wel. En toen kreeg je op een gegeven moment de tweestrijd binnen ons clubje, zeg maar. Snap je? Er kwam een tweestrijd, want altijd alles wat ik zei, dat was allemaal goed. Want wij deden wel eens stemmen, hè? We deden echt stemmen van, wat vinden jullie? Nou ja, die zei ja, die zei. Maar het was altijd goed. Toen heb ik, dat is echt waar, ik van mijn en Ludwig's deel, heb ik die mannen zijn spullen gegeven. Dus dat was eigenlijk de eerste dingen. Dat is ook een van de laatste dingen geweest. NOS, 8 uur journaal, Henny Stoel. Dames en heren, goedenavond. Het gerechtshof in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie in Breda ongewoon hard afgestraft. Het hof vindt dat het OM zeer onzorgvuldig gehandeld heeft met het inzetten van een kroongetuige tegen de Juliet-bende. Gewelddadige ecstasy-handelaren. De kroongetuige behoorde tot die bende. Het hof verwierp de deal die met dit bendelid was gesloten. Als gevolg daarvan kwam de kroongetuige direct vrij, waardoor het OM grotendeels met lege handen stond. Want het lidmaatschap van een criminele organisatie en de handel in drugs konden nu niet bewezen worden. Straffen vielen daardoor veel lager uit. Wat overbleef kon hooguit bestraft worden met 4,5 jaar cel, terwijl er eisen lagen tot 18 jaar. En hun zijn later met die Ron, dat is 2.0. Hè? Maar Ron zijn hun in die handel gegaan. En daardoor is ook alles gaan lopen, want toen hebben we een zaak gedaan met undercoveragenten. En toen zijn er arrestaties gedaan en toen zat die Engelsman vast. En het was ze hadden schijnbaar onder elkaar was er onderling een beetje wrijving. En toen zijn de telefoontaps opgenomen en toen was er een van de jongens die bepaalde opmerkingen maakte over die Engelsman die toen vast zat voor die undercover deal. En toen hebben ze aan hem die telefoontaps laten lezen. En toen is hij overstag gegaan, toen is hij kroongetuige geworden. De advocaten hadden zo'n vernietigend oordeel van het hof niet verwacht. Ze hadden wel het hof steeds voorgehouden dat de verdachten van de Juliet-bende door de verklaring van de 10e verdachte opgepakt waren. Die had een deal met het Openbaar Ministerie gemaakt in ruil voor strafvermindering. De advocaten hadden steeds gezegd dat die deal niet eerlijk tot stand was gekomen. Het hof gaf de advocaten gelijk. Dan zeg ik, luisteren word je wijzer van als praten. Dat is algemeen. Maar je hebt wel veel problemen kunnen ontwijken door gewoon even te praten, zeker. En rustig te blijven. Altijd. En ook dingen die ontlopen. Hè? Kijk, als je dingen gaat ontlopen, dan komen mensen hier achter je aan, dan gaan ze je zoeken. En als mensen jou moeten hebben, je gaat er zelf naartoe. Begrijp je? Dan zoek je de confrontatie op en dan zie je wel. En als ik jou zeg dat ik in mijn leven, één keer in mijn leven heb ik geschoten en gelukkig niemand geraakt. Ja, en ik heb ook. Ja, nee, dat is ook. Ik heb ook een keer met een gekke bui op een rol uitgeschoten, dat is waar. Maar dan moet je er niet in zetten. Nee, dat is iets. Dat is allemaal wel verjaard. Kijk, Chester is gewoon. Ja, Chester is al zo lang als ik hem ken, is die gebruikt die jongen. En dan heb je weer periodes. Nu zie je dat het goed gaat. Maar nu hoor wat hij zegt. Nou, op die vriendin. Heeft die vriendin heeft dan een huis. Dus leert hij een vrouw kennen. Nou, die hebben een huis. Dan heeft hij weer een basis. En dan zit hij in heel andere dingen. Dus voor mij is gewoon 9 van de 10 mensen die daar staan. Als je die een basis geeft, dan kun je ze helpen. Snap je? Kijk, je hebt in Zwitserland hebben ze dat. Daar heb jij heroïneverslaafden. En die krijgen gewoon van de overheid krijgen ze er dagelijks heroïne verstrekt. En die draaien gewoon mee in het sociale leven. Dus dat kan ook, snap je? Ik wens jou beste 2016 dat jij die geluk wat je nu hebt, dat nog meer geluk komt. Ja, ik heb het iedereen maar gezegd. Doe maar een bakje koffie met melk en suiker. Twee suiker? Doe maar twee schepjes zout. Ja,
Lekker? Ja, lekker. Lekker bakje koffie bij Sean Jansen. Ja. Zo'n goed mens. Ik ben blij voor hem. Help iedereen. Ik ken Sean als Sean van huis afgaan, weet je. Iedereen waar ik tegenkom, helpt hij met een tientje of 20 euro, weet je. Dakloos heb hij altijd iedereen geholpen. Sean heeft ook bij de Kentron, heeft hij ook 3 ton weggegeven. Toen heeft hij de loterij gewonnen. En voor de kinderen allemaal laptop gekocht op school. Dat vind ik heel iets, heel apart. Heel goed, zo iemand, weet je. Wil ik nooit dat hij doodgaat, weet je. Dat is echt een goed mens. Zo'n mens krijg je nooit op deze wereld. Echt waar. Kijk, iemand die verslaafd is, is ziek. Heel veel mensen die noemen dat junken en dit. Nee, die mensen zijn ziek. Een verslaafd iemand is ziek. En als je die personen niet helpt, ja, dan komen ze er ook niet vanaf. Dat is heel logisch. Er zijn maar heel weinig mensen die van een heroïneverslaafde afkomen. Dat is gewoon. Ai, 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 kijk, dat is mijn kindje. Dat is mijn kindje. Dat is ook bij mij. Wie is dat? Hallo. Is dat jouw kleindochter? Dat is mijn kleindochter, joh. Hoe heet ze? Lois. Lois heet ze. Lois heet ze. Lois heet ze. Dan ben je te laat, ja, ik snap het. Ik ga vanmiddag even naar hem bellen hoe ver dat hij daarmee is. Ja? Dan laat ik jou even weten. Is goed, hij. Hoi, hoi. Hoi. Oké. Hoi, hoi. Ahmed! Wat doe je? Alles goed? Ahmed, mag ik bij jou ook zo in zetten? Tuur! Ja, hè? Heb ik één keer. Oh, ja? Ja, ja. Dit is van die jongen, hè? Dat is andere dingen. Ah, super. Mag je die eens bij doen, zo? Ja. Die is 19 jaar, die jongen. Super. Hij moet 100.000 euro ziekenfonds betalen. Nee, kom. Goed? Dan hou ik even vast. Nummer. Nou, hoef niet vast te doen. 24. Ja, niemand haalt die weg. Nee, dat weet ik, maar je weet nooit als ik weet. Je weet voor wie het is, toch? Ja, dat weet ik, klaar. Niemand haalt die weg. Wij gaan eerst even naar de stichting. Ook even de jongens op gang helpen. Dus dat is de eerste ding. En dan iedere keer, dan kan iedereen bij jou hoeven dat is. Snap je dat er niet, daar hoeft niet alles in zijn zak dan. Nog niet gestopt met roken? Ik stop nooit met roken, ja, als ik dood ben. En dan ga ik in mijn volgend leven weer roken. Waarvoor ga ik stoppen? Ja. Ik rook altijd, jongen, kom op. Kijk naar deze jongen. Nooit gerookt, nooit gedronken. Ja, maar hij is 19. Nou? Ja, maar nooit gerookt, nooit gedronken. Ja. Alleen maar sporten op SIOS opleiding. En ik zie wat hij heeft. Dus dat legt dat niet aan, Jay. Nee, maar. Oh. Zeker niet, maar. En als ik, je kleren gaan wel stinken. Kleren gaan wel stinken, ja. Als je ze niet was, stinken ze ook. Kom op, hè. Ja. Ja, dat is toch. Als je kleren op tijd was, ik stink nooit hoor, mijn kleren stinken nooit. Ik heb nooit klappen gehad thuis of een klap van mijn vader, of ze nog nooit. Mijn vader was altijd bleef altijd heel relaxed en vond allemaal maar goed en alles voor het kind en de rest maar ja, is niet belangrijk. Snap je, als we maar gelukkig waren. De chemicaliën toegevoegd om mensen bewust verslaafd te houden. Dat heeft niks met mijn nicotine te maken. Kijk, en ik vind, kijk, dat is ook weer in dit land, hè. Als er nou iets in de schappen, nee dat is echt hè, als er nou iets in de schappen van de supermarkt staat wat dodelijk is, wordt acuut verwijderd. Hier staan maar zulke grote letters op. Is dodelijk. Maar ze verkopen, ze blijven het wel verkopen. Waarom? Voor de accijns. Want een pakje sigaretten kost 2 kwartjes. En de rest is allemaal, wat gaat allemaal naar de staat. Je hebt inderdaad hier nog niet binnen. Oh. Dus we kunnen misschien wel kijken. Blijf even langs als je het hebt, ik heb het straks gelijk. Ja? Ja, dat is goed. Nou, dan gaan we weer verder rijden.
We hebben 9-11 gehad. Amerika zat in de crisis en heel de wereld is er mee getrokken. Ja. En waarom? Een van de grootste inkomens in Amerika is de wapens. Er was geen oorlog, dus er lag een berg wapens. Men raakte in de crisis, er moest iets gebeuren. Nou, dan hebben we die aanslag gehad. Wat er werkelijk is gebeurd, dat zal ik misschien niet meer horen. Maar jullie misschien nog wel, of jullie kinderen. Kijk, wij zijn een onderdeel van het al. Het al, het oneindige, dat is het. De heelal. Iedere planeet heeft een connectie met elkaar. Of door de zwaartekracht, of door de dingen. Maar iedere planeet, het is een sterrenstelsel. Het hoort aan elkaar. Het al zal nooit toelaten dat de mensen de aarde vernietigen. Want dan gaat de natuur ingrijpen. En dat gaat, als de wereld zo verder gaat, dan gaat dat ook gebeuren. Op die manier ben ik ook hierheen gestapt toen, 2 jaar geleden. We hebben het op onze eigen manier gedaan. Er zijn ook mensen bij ons geweest, ook van de gemeente uit, al over subsidies. Ik hoef geen subsidies, want op het moment dat jij subsidies accepteert, krijg je een inmenging. Dat weet je zelf ook. En dat zijn dingen wat ik gewoon niet wil. Kijk, en als ik nu in het geval van Kevin, dat ik toch meega in die bureaucratische dingen, dan wijk ik een beetje af van hetgene. Ja. Ja, juist, dat zeggen we hier ook. Op het moment dat jij dus meegaat in die bureaucratie, dan krijg je inderdaad die inmenging. Nou, dat, en ik wil zeggen, ik wil alles openstellen voor Kevin, omdat ik hem ook als Kevin ken, als persoon zijnde. Snap je wat ik bedoel? Dat ik gewoon denk van ja, ik zal je eerlijk zeggen dat ik heel veel terugzie van toen ik zelf die leeftijd had, laat ik het zo zeggen. Juist, en dat trekt mij gewoon heel erg bij hem. En ik zie gewoon dat de jongetjes die gewoon ja, heel weinig backup hebben, dat weet je zelf ook. En als je die een beetje kunt sturen, dat je hem best uit die dingen kunt trekken. Na 3 weken kwam ik alweer met de politie in aanraking. Toen ben ik teruggestuurd. Toen, net voor kerst, oud en nieuw, zeg maar, al die feestdagen, ben ik weggegaan. En toen ben ik op de vlucht gegaan. Kijk, en de vorige keer wou hij al hier naartoe en dat mocht niet. Toen zat hij in een instelling, ja, dus is hij over het hek geklommen. Ja, omdat hij hier naartoe mocht. Maar ja, dan loopt hij buiten en dan is hij een paar weken buiten. Maar hij moet ook eten. En dan doet hij de gekste dingen, straatroven, dat soort dingen, daar zit hij nou voor. Zo jong, ja. Ja, en die loopt al lang mee, joh. En het is een stuk goeie man. Ik zeg maar, als je een beetje serieus bent met hem. Maar ik doe alles voor je, joh. Dat weet ik echt. Ja? Ja. Doordat jij met een groep was, vrienden, en geen bij ons was het ik een gulden, iedereen een gulden. Wij waren echt vrienden, wij waren er echt voor elkaar. We waren ook vrienden, daarom waren wij ook zo sterk. Kijk, die ontvoering moet je zo zien. Dat is eigenlijk het begin geweest van de Juliette, zeg maar. Wat hun de Juliette noemen. Want door die ontvoering van mij hadden wij in één keer zo'n naam. Wat als jij met kogelvrij vest onder je jas, met Uzi's gewoon. Ja, dan dacht iedereen van, wat krijgen we nou? Kijk, en dan werd er aan de chauffeur gezegd van, nou, je krijgt 100.000 euro gulden in die tijd. En dan kreeg hij 50.000 gulden. Dus, toen op een gegeven moment, ja, toen had hij weer iets gedaan en toen was het hetzelfde. En toen kwam hij bij mij. Kijk, hij wou gewoon een terugpakken, zeg maar. Ja. Op een makkelijke manier. Ja. Kijk, en als jij dan de tussenpersoon bent, dus hij speelde zelf de tussenpersoon. Kijk, hij had een vent bij, die was van die groep. En hij pakte die tas aan en hij keek in die tas. Hij zei, ja, hier. Dus hij deed zo en die vent keek erin en ze deed die tas dicht. En die tas werd in de garagebox weggelegd. Dus toen moest je mijn auto hebben. Wij stonden bij de parkeergarage, kwamen ze sleutel pakken, pakken ze die auto mee. Nou, ik moest even wachten 10 minuten en dan kwamen ze met die auto terug. Maar ja, die auto is al bomvol. Ja. Alleen, ja, er zat even wat anders achter natuurlijk. Toen ze dat geld op gingen halen, zeiden ze dat het vals geld was. En toen hebben ze die chauffeur meegenomen. Toen zijn ze op een gegeven moment bij een paar andere jongens uit het criminele milieu gekomen, hier in de buurt. En die zeiden gelijk van, oh, dat is Johnny. En dan zeiden ze, moet je daar en daar naartoe gaan, want die werkt veel samen, die koopt veel op van hem. En dan was die vent op kamp. En toen zijn hun daar s'nachts naar binnen gesprongen, hè. En daar hebben ze heel het gezin gegijzeld. En toen moest hij mij bellen, want toen moesten ze mij nemen. Dus we rijden daar naartoe. Nou, ik kom een kampje oprijden. En er stond een 6-serie met de stoel voorover geklapt. Dus wij komen zo aanrijden in BMW staat. Dat was in die tijd een hele mooie auto om te zien natuurlijk. Dus ik zei al, ik zeg tegen Duit, ik zeg, dat klopt niet die auto, hoezo? Ik zeg, ja, kijk dan. Ach, doe niet zo para. En we komen zo binnenlopen, ze zei, staan ze erop. En ik zeg, is het allemaal goed? Ja, mijn koffie, ga maar zitten. Dus, maar mee dat ik wil gaan zitten, meespringen die gasten uit die dingen, weet je wel, met zware laaien. Dus onder het, voordat ik ga zitten, ik stond gelijk weer recht, ik trek dat ding, Luut trek ook. Ja, toen begon ze al te schieten, bam. Zo. Dus er kwam een hele vechtpartij daarbinnen. En toen zakte hij in elkaar, want ja, hij had heel veel bloedverlies. Ik zag hem ook helemaal wit worden. Nou ja, toen, ik moest mee, dus mij moest ze hebben. En op een gegeven moment zette hij zo, een scorpio of een ding op mijn hoofd, ik weet niet wat het was, misschien ik weer iets van.
En nou die auto in of kalm over, een beetje gebroken Nederlands, weet je. Hele felle blauwe ogen. Dat was een Joegoslaaf. Toen werd ik op een berg zand gegooid in die loods, gingen ze ook echt brrrt naast me schieten. Op die... Jazeker, in de loods, op een berg zand. Om je te laten schrikken. Intimideren, ja. Ja. Ik dacht toen wel van, dat zijn de verhaal. Tuurlijk, dat heb je continu in je hoofd, zoals dat gaat. Ja. Nou, op een stoel gezet. En toen zat ik met mijn gezicht daar, toen werd het ding van mijn kop afgetrokken, zeg maar eventjes. Er waren mensen natuurlijk die erbij geweest waren, dus logisch om te laten zien van, is het hem? S'nachts was er, was Colombiaan, hij praat ook Engels, die praat geen Nederlands. En die moest mij zogenaamd opruimen, hè. Had ze een gat gegraven. En daar zou ik komen te leggen, in de loods. Kreeg ook niet te eten, niks? Niks, geen drinken, niks. Klets heb ik gehad toen. En ik, ja, als je dan binnenkomt en hij haalt de ding over achter je nek en je zet de ding in je nek. En als je dat 5-6 keer hebt gehad en op een gegeven moment denk je, ja, nou zal het wel zover zijn, hè. Ik denk dat er een stuk of 5-6 van die grote pitbulls rondliepen. Die allemaal losliepen, hè. Zo. Ja, dat was echt goed georganiseerd daar, hoor. Kijk, hun hadden via hem, zeg maar, die chauffeur hier, wisten wie er ongeveer achter zaten. Toen hadden ze al de rest doorgekregen van een appartement in een winkelstraat in Amsterdam. Over een vent. Ja. En die kwam inderdaad 's morgens naar buiten. En hun zien hem, dus die springen uit de auto. Stonden met 3 auto's of zo daar. Sprongen ze uit de auto. En gewoon door de winkel het publiek op hem afrennen. En hij zag dat en hij begon te rennen. En dat gaf zo'n reactie bij hun. En binnen 10 minuten moest hij gebeld worden, snap je? Dus ik had dat nummer gebeld, ik had mijn telefoon. Gelijk pakte ze hem over, praten, dat. Ja, met mijn. Ja, hoe is het? En gelijk pakt ze die dingen, weet je. Okay. Luister, we weten jullie in Amsterdam zijn, zo en zo. Wil het oplossen op een normale manier en niet... We zijn niet uit op oorlog. Hebben we allemaal niks aan, hebben jullie niks aan, hebben wij niks aan. En die andere ging gelijk tekeer. Hey, als hij één haar gekrenkt is, hè? Nee, alles is goed met hem. Toen houden ze mij aan de telefoon, weet je wel. Alles goed? Ik zei, ja, kan beter. Ja, het kan beter, tuurlijk. Wat vind jij? Als wij die spullen teruggeven, denk je dat ze jou laten gaan? Ja, weet ik niet. Denk je dat we het risico moeten nemen? Ik zeg, dat laat ik aan jullie, hè. Snap je? Nou, toen de volgende dag, in de ochtend, toen werd ik in petrolwerk ingezegd, moest mijn eigen werk plat houden, kreeg wel een zak over mijn hoofd. Nou, toen werd ik achter het Mercurie, als je op parallelweg, dan werd ik uit die petrol gezegd, toen zei ze ook, John, niet omdraaien, wij geven door waar je bent. Nou, hun reden weg. Er was nog geen 3 minuten, toen waren hun er al. Kijk, dat hun zo zijn geweest, is dat is gewoon mijn geluk geweest. Anders was ik nooit meer teruggekomen, dat weet ik zeker. Dat is echt, dat weet ik echt zeker. Ja, want Luut was in het ziekenhuis opgenomen natuurlijk. Ja. En toen hij hoorde dat hun naar Amsterdam ging, is hij gewoon uit het ziekenhuis de dingen eruit getrokken, gewoon meegegaan. Hè? Zo, dat bedoel ik, zo'n band hadden wij, man. Ja, je beste vriend. En ja. Toch... Toch gebeurt er iets mee, ja. Hoe denk jij daarover dan? Ja. Ik heb daar heel veel. Ik heb er nog wel eens heb ik daar moeilijk mee, ja, dat ik erover denk en dat ik denk van. Ja. Dat het gewoon heel jammer is dat er zo gegaan is, dat is logisch. Maar ja, dingen die gebeuren, dat is gebeurd, dat kun je niet terugdraaien. Kijk, met hem gaat het ook allemaal niet zo goed en zo. En daar zit ik wel vaak aan te denken, ja, tuurlijk. Ja, dat raakt jou wel. Tuurlijk, hè. Als jij. Als je zo lang met elkaar om hebt gegaan, kijk dan. Weet je wat het was? En dat klinkt voor heel veel mensen misschien raar, maar dat was voor mij meer als een broer, snap je? En ik heb altijd gezegd, ik zal nooit een ander het leven afnemen, maar voor hem had ik een moord gepleegd. Zo ver was dat. Zo heeft de rechtbank in Breda in de ecstasyzaak tegen de Juliet-bende veel lagere straffen opgelegd dan waren geëist. Van de 8 verdachten van zware misdrijven werden er 3 onmiddellijk op vrije voeten gesteld. De rechtbank achtte veel van het ten laste gelegde niet bewezen. Dat kwam omdat Perry P., een medeverdachte met wie afspraken waren gemaakt, weigerde in de rechtszaal te verschijnen omdat hij boos was over zijn eigen veroordeling. Feest op de stoep van de rechtbank in Breda. Tranen van geluk. Want vanmorgen nog aangevoerd uit diverse gevangenissen, onder zeer strenge bewaking, zijn 3 van de 8 verdachten juichend de rechtszaal uitgelopen. Vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het is wel altijd dat je denkt van, weet je, hij heeft dat voor ons gedaan. En dat is toch wel dat je wat toch trots wel op je vader bent. Al is je crimineel of wat ze er ook van vinden, snap je? Ja. Of wat ze ervan zeggen. Ja.
Maar ik weet wel dat hij dat voor ons heeft gedaan. Wij zijn nooit iets kort gekomen, snap je? Dat zeg ik. Wij in die tijd, wij hebben met iedere bekende, later bekende geworden groep in Amsterdam, hebben wij wel een conflict gehad, weet je wel. Maar ieder verhaal op twee kanten. En als jij aan je recht staat, sta je recht. Ondanks dat mensen dan zeggen van overrippen en dit en dat. Maar als jij aan je recht staat, sta je recht. Kijk, en als jij in je recht staat, dan ben je al 9 stappen voor. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, en als wij dingen hadden en mensen liepen te dreigen en te doen, dan gingen wij er gewoon naartoe en dan stonden we in één keer bij die mensen, zeg het maar. Snap je wat ik bedoel? En als jij, kijk, als mensen oorlog willen, dan kun je beter in de aanval gaan. Begrijp je? Kijk, en als mensen zien dat jij in de aanval gaat, als mensen zien dat jij ergens komt en je hebt wel mensen bij je en je hebt je dingetjes aan en die zagen gewoon bepaalde dingen, dat ze dachten van, oh, dan kunnen we beter geen oorlog mee gaan maken. Begrijp je wat ik bedoel? Maar hebben ze nog goed leren koken eigenlijk? Goed leren koken? Nou, ik heb... In ons thuis hebben ze natuurlijk horecazaak gehad. In ons thuis heb ik in Zwaan eigenlijk meegegeven. En ik vind koken heel leuk. En ik heb op school, op de kokschool heb ik gezeten. En in de baaiers, daar was ik... In de baaiers, ja, dat was ik elke dag aan het koken. Alles aan de kook, de meiden in huis, Nick. Dames. Zo, horecaman. Horecaman, ja, wat dacht jij? Kijk, waarom zeggen ze iemand is paranormaal begaafd? Ieder mens is paranormaal begaafd. Ja, alleen bij de ene is het verder ontwikkeld dan bij de ander. Ik kom s'avonds thuis en dan ga ik echt even lekker in mezelf. Dan ga ik op de bank leggen en dan doe ik even mijn ogen dicht. Hè? Dan kijk je even de binnenkant van je ogen. Dan ga je even de dag terugdenken. Hè? En als je dat gaat doen, dan ga je steeds meer ontdekken dat je... Ja, dat je hè, je zit vandaag te denken, je denkt de dag even terug. Er zijn altijd momenten van de dag dat je denkt, hé, wacht even, vandaag was dit en gisteren was dit, waar je aan elkaar kunt koppelen. Snap je? En als je die stukjes kan vinden, dan krijg je op een gegeven moment maak je een ketting van dingen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus eigenlijk mocht hij niet meer komen, maar nu krijgt hij toch de laatste kans. Ja. Kijk, en ik heb natuurlijk 12 jaar in mijn leven vastgezeten en ik heb ook lange tijd in afzondering gezeten. Maar dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik ben. Ja. Snap je? Je hebt wel leren leven met jezelf, zeg maar. Zonder meer. Ik heb ook in de baas, ik ben geen jongen die heel de dag gaat zitten zetten op de tv en zo. Ik deed lezen in de baas en wat ik nu zeg, ik heb ook dat ik urenlang op bed lag en dat ik gewoon lekker in mezelf lag en dat ik over de dingen aan het nadenken was en over de dingen van het leven. Snap wat ik bedoel? Dat noem ik een stuk zelfontwikkeling. Als mensen wisten het laatste jaar voordat ik de loterij won, ja. Hey, hoe slecht het eigenlijk ging. Nee, ik kreeg een combi, die was nog niet eens van mezelf, een oude combi. Ja. Ik had wel uitmaakt, want ik had een super tijd, want ik was allemaal met die jongen aan de gang. Ja. En dan kwam die combi bij de kapper heen en dan ging die achterdeur open. Toen stapten er 6-7 van die jongeren uit de achterkant. En we hadden de grootste lol, snap je? Ja, ja, ja. En maar toen dacht iedereen van dat je een miljonair was. Hè? De verdachte is onderdeel geweest van de Julia-bende. Zoals wij dan zeggen, voor de duivel niet bang. Die hadden allemaal geprepareerde auto's. Op het moment dat de deur opentrok, dan was een geprepareerde shotgun bijvoorbeeld. Zat er. Dat soort onzin. Oh, wauw. Er lag ook eentje in de kofferbak, die schoot via de kofferbak naar buiten. En was dat drugs of wapens? Ja, die zaten op alles. Omdat Gregory 6 maanden achter staan, en dus moet ik het gaan betalen. Dat staat er hier. U bent volgens de wet verplicht de premie in te houden. Als u dat niet doet, moet u zelf het bedrag aan ons betalen zonder dat u dat bij de heer kan verhalen. Dat is te gek voor woorden. Kijk, dat is het systeem. Jij zet iets op, dat zeg ik. Je vraagt, we hebben geen subsidies, niks. We doen alles zelf met die jongens zelf. Hè? En dan krijg je de verplichtingen van het systeem. Hè? Dat is een zorgverzekering. En als jij dan dat geld niet inhoudt. Dus ik moet nou de politieagent gaan spelen voor het systeem. Ik word nou door het systeem waar ik gebruikt, begrijp wat ik bedoel. En daar ken ik niet goed tegen, snap je? Ik word doodziek van niet van hem hoor, maar gewoon het systeem. Nee, ik begrijp het. Dat systeem jou gewoon de dingen verplicht om... Jongen, gedwongen. Juist, dat bedoel ik. Ga ik mij weg, hè? Is goed, schatje. Doei, doei. Naar je zin? Ja. Ja? Goed zo. Dat is heel wat, hè? Nou, het was lams geweest, maar hij was er niet. En jij ook achterstand met je zorgverzekering of niet? Ja. En dan? Ja, ik kan gewoon niet betalen nou. Ja. Nou gaat het helemaal niet lukken, want ik krijg nog helemaal niks. Kijk hier van een van de jongens, van Greg.
Dan gaan ze gewoon de stichting verplichten om te betalen. Ja? Ja. Even kijken. Als je al die brieven zo ziet. Wat? Krijg je niet dan zin om weer een bank te overvallen? Nee, banken geen niks van aan, joh. Nee, dat gaat niet over je. Weet je wat het is? Dat zeg ik. Ik maak me eigenlijk niet druk over die dingen. Want als mijn geld op is, komt er wel weer nieuwe. Dat is gewoon. Ik begrijp het leven heel goed. Het is allemaal niet zo moeilijk. Die man die helpt mij goed. Hij is ook een soort een vaderfiguur eigenlijk. Je ziet. Ja, ik heb geen. Ik heb vanaf mijn geboorte ken ik mijn vader niet. En het is wel. Ik heb eigenlijk nooit echt iemand gehad die tegen mij zei van ja, dit moet je doen, dit moet je doen. Wel een stiefvader, maar ja, dat klikte niet zo. Het gaat niet alleen om middelen, maar ook dat je gewoon weet waar je geld aan uitgeeft, aan uit hoort te geven. En dat je dus op het eind van de maand gewoon een overzicht hebt. Nou, als je kijkt, heb ik ook gezegd van kijk, je hoeft geen huur te betalen, niks. Dus hij het volledig bedrag hebt voor jezelf. En als je dan weer je CZ op laat lopen, ja, dan wil ik een beetje. En ja. Dan wist hij ook, dan was ik echt pissig om. Ja, klopt. Want ik stond echt op het punt van dit is het laatste ding. En anders. Snap je? Want we hadden anders lekker op de rit. Nou heb ik zelf allemaal een beetje met Jerry weer terug op de dingen. Ja, hè? Dus dat zit wel goed. Dat is het belangrijkste in het leven, je eigen gevoel volgen. Denken en doen zoals jij denkt dat je het moet doen. En niet die eigen laten sturen door wat andere mensen denken. Dat is heel slecht. Als je kijkt dat in de tijd van mijn ouders, mijn ouders hadden 8 kinderen, dat wij met 10 man, dat er 1 keer in de week kwam de ziekenfondsman, die kwam 11 gulden ophalen voor 10 man. Waarom komt dat toe wel en waarom komt dat nou niet? Sociale huurwoningen. Hè? Vroeger huurde jij een woning bij de gemeente, dan was je 100 gulden kwijt, 150 gulden. En die sociale voorzieningen die zijn de afgelopen 10 jaar gewoon verkwanseld door de overheid. Hè? Als je kijkt dat afgelopen week op de kabelkrant staat, Omroep Brabant, dat Brabant 3 miljard op de banken nog heeft staan van de overname van Essent. Snap je? Maar daar zijn de gewone mensen de dupe van. Want door die privatisering is alles zo duur geworden. Het is een business geworden. Kees! Kees! Hij is al naar binnen, kut. Nee, hij is al naar binnen. Hoi jongen! Ja! Hij zit. Goed jongen, leuk! Leuk! Ja! Leuk, want jij bent een kind erin. Ja. Waar zeg je dat? Echt wel. We gaan. Maar ik moest Kees even hebben, die loopt net naar binnen. Welke Kees? Kees, die kunstenaar, die loopt net terug naar binnen. Is hij wel Oosterhuis? Ja. Jawel, die is er wel, die loopt net naar binnen. Kees, die is er wel. Hé, Kees met die staartje. Oh, de lange Kees? Ja, kleine Kees. Proeven. Kees! Hij is aan de camera. Nu de officiële versie met Jay. Ja, serieus. Zullen we de gezin zitten? Wanneer komt er nou eens langs? Wat is er gebeurd? Afspreken? Ja, want je kast is staan, hè? Hallo, no picture. Ja, je staat op de picture. Hey, Kees. Mag jij mij open staan? Oké. Keesje. Maar dan kunnen we een keer langs voor de afspraak maken van die kasten. Kasten staan ook binnen, hè? Het is heel druk en er zijn verschillende mensen hier die komen vragen. Serieus. Ja, dat bedoel ik. Zit je nog wel in de kapperszak? Ja, maar ik ben iedere dag daar. Kees. Hey, ik ben iedere dag ben ik bij de stichting, bij de kringloop. Iedere dag. Het is heel druk daar. Want ik zie je wel eens voorbij rijden en dan vraag ik wie was dat nou? Mijn ogen zijn niet meer zo. Ja, bij de Pint. En nou zag ik je weer staan. Ik denk, ja, nou spreek ik hem aan. Maar kom van de week even langs, dan spreken we even af wat je wil. En wil je ze verkopen, verkoop ik ze voor je. Kom goed. Ja? Keeseman, ga je zien, hè? Doei. Doei. Nou, dan ga ik even mijn avondjointje draaien. De een die drinkt alcohol en ik rook s'avonds een jointje. Ook niet elke avond, maar als ik zin heb. En dan rook ik een hasjointje. Maar dat is ook bewust, omdat tegenwoordig de wiet zoveel chemicaliën zit. En op het moment dat jij chemicaliën tot opbranding brengt, ja, dan gebeurt er iets in je hoofd. Dan krijg je een fles, dat is logisch.
En dat is ook iets wat de overheid wel weet en wat de overheid ook op in zou moeten springen. Want ik vind als je gedoogt dat er in de shop iets verkocht wordt, moet je ook zorgen dat je verantwoord dingen levert aan de jeugd. De meeste jongeren die in de problemen zitten, dat begint bij de scheiding van de ouders. Komen op een gegeven moment op straat hangen, gaan blowen. En op het moment dat ze blowen, dan zijn ze even heel die ellende en die stress om erheen vergeten, weet je wel. Dan gaan jongeren steeds meer blowen. En er zou een mooie oplossing zijn als je gewoon zelf als overheid biologisch gaat kweken. Dat gebandeleerd aanleveren aan de shops, net als sigaretten. Dan hebben we een totale controle erover. En met dat geld wat je daarmee binnenhaalt, kun je heel de jeugdzorg mee bekostigen. Terwijl ik zeg, als je kijkt, dat zijn gewoon allemaal jongens en meisjes die gewoon op straat worden geknikkerd en zoek het maar uit. En die totaal niks hebben en die binnenkomen allemaal met schuld. Komen allemaal met schuld hier binnen. Ja. Hè? Zo moet jij je leven beginnen. Als je 18, 19 jaar bent, begin je leven met schuld. Je komt er nooit meer uit. Dat is gewoon zo. Ja, dan is het ook niet zo gek als ze ook criminele dingen gaan doen. Ja, wat is crimineel? Ja, weet ik veel. Soms gaan ze ook hele domme dingen doen, roven en zo. Maar ja, hoe denk je dat de rijken rijk geworden zijn? Ja. Die hebben eerst de rijk gestolen. Hetzelfde met ons koningshuis, kom op. Ja. Kijk eens naar de VOC-tijd. Ja. Kijk maar. Eerst rijk gestolen, en toen hadden ze genoeg geld. En toen zeiden ze, dit is mijn land. Hè? De wereld is van iedereen, hè. Grenzen zijn gecreëerd door de mensen. Kijk, en die mensen hebben eerst rijk gestolen en toen hebben ze de wet gemaakt om de rijken te beschermen, niet anders. En dan krijg je in één keer wat er nu gebeurt. Want nou komen er een hele hoop mensen, vluchtelingen hier naartoe, bewust. Want dat is die afleiding. Want als je nou hoort, ook in Breda, je hoort nou alleen maar wat de mensen zeggen, ja, die vieze kanker buitenlanders. Hè, terwijl die mensen alle rechten hebben om ergens anders naartoe te gaan. Ja. Dat is puur afleiding. Ja. Dat is alleen maar afleiding van haatzaaien. Dat je nooit een eenheid krijgt. Want als je een eenheid krijgt, dan accepteren de mensen niet meer zoals de wereld nu draait. He? Dus zolang als jij haat en geen eenheid hebt, kun je ook geen mooie wereld krijgen. Dat kan niet. Weet je wat het is? Natuurlijk, we leven in een maatschappij, dan heb je verplichtingen. En daar kom je niet omheen. He? En die verplichting moet je proberen na te komen. Want als je die na komt, dan kom je in een negatieve spiraal. Dat wil je niet weten. He? Dat is wat de meeste mensen momenteel hebben. Maar als ik zulke dingen binnenkrijg, ja, dan word ik wel... Nou, mijn ouders, ja, die hebben... Inderdaad, die hebben er eigenlijk een leven lang, vooral mijn moeder. Die hebben altijd gewerkt. En die hadden op een gegeven moment iets bereikt. Die hadden een hotel op de Grote Markt. En die hadden het goed. Dan kregen ze op een gegeven moment problemen met de belasting. Omdat de boekhouder iets in een belastingtarief van 4% had gedaan. Wat 19% had moeten zijn. En toen kregen ze een naheffing van 5 jaar of zo. En dat, ja, dat liep flink in de papieren. Mijn vader was echt zo van... ik ga mijn goede naam niet te grabbelen gooien. Vergeet ik nooit meer wat hij zei. Ik ga mijn goede naam niet te grabbelen gooien. Alle broers en zussen die kwamen bij mijn ouders thuis. En ik had weer iets met mijn vader gehad. En kwam ik weer niet meer thuis, weet je wel. Toen was ik alweer even niet meer thuis geweest. En toen belde... Ja, met mijn vader. En toen belden ze me vrijdag zo op. Toen zegt ze, kom nou van zondag lekker. Ik zei, maar ik heb er allemaal geen zin in. Ja, doe het dan voor mij eens, weet je wel. Ik zei, nou voor jou dan, weet je wel. Dan kom ik zondag wel. Maar zaterdags kwam Henkie. Dan ging ik altijd mee op pad. En dan konden we iets doen en wij zondags op pad natuurlijk. Nou, want dinsdagavond krijg ik telefoon, jongen. Ja, je moeder is net naar het ziekenhuis gebracht. Nee, ik reed naar het ziekenhuis, dat zegt. En ik kwam in het ziekenhuis en ik wist gewoon... Die komt niet meer terug. Had ik helemaal nog niet gezien, niks. En mijn vader en mijn broers en mijn zus waren allemaal van... ja, kom wel goed. En ik kreeg een gevoel, jongen, en toen gingen we in de kamer bij de, weet je wel, ben ik in de kamer geweest. En toen ging ik weg, ik zei, die wordt niet meer wakker. Ze is ook niet meer wakker geworden, nee. Ja. In die tijd had je een horecafamilie, de familie De Pree, die bezat bijna heel de binnenstad. En die hebben daar zwaar misbruik van gemaakt. En mijn ouders zaten toen op een flatje in Hogevucht met een bijstandsuitkering. Dus bij mijn moeder in de hoofd blijven hangen. En mijn moeder heeft op een gegeven moment een hersenbloeding gekregen, die is niet meer wakker geworden. Ik ben er ook van overtuigd dat de mensen die hoog in de wereld staan dat heel goed weten.
En dat die heel goed weten wat een mens daadwerkelijk is, maar dat die liever niet hebben dat de mens dat zelf ook ontdekt. Snap je? Want dan is de macht weg die ze nu hebben. Hè? En dat is ook wat het systeem zo gecreëerd heeft. Dat het mensen het idee hebben van huisje, boompje, beestje. Vanaf je 4 jaar ben je verplicht naar school te gaan. Dan krijg je alleen maar informatie wat de overheid wil. Dit is het leven. Ben je wat ouder, afgestudeerd, dan verwachten ze dat je een gezin gaat stichten. En als het kan, dat je ook nog een huis koopt en voor tonnen je eigen schuldhouw. Waar je je leven lang eigenlijk voor loopt te werken. Snap wat ik bedoel? Dus dat zijn dingen, daar ben je nooit vrij. Hè? Daar ben je nooit free minded, want daar ben je altijd afhankelijk van. Mooi, hè? Dus ook kun je in blijven kijken. En dan zie je precies wat er zonder. We hebben een voorbeeld van een Brabander die afgelopen jaar in de quote 500 staat, dat hij miljardair is geworden. En dat zijn vermogen in een jaar tijd is gestegen met 17%. Wat wil zeggen dat die man 170 miljoen afgelopen jaar verdiend heeft. Ja? En dat is iemand die heel erg met automatisering bezig is. En als die persoon nou in plaats van die 170 miljoen 70 miljoen zou pakken. Hè, en dan 100 miljoen terug zou laten vloeien naar de gewone mensen. Ik denk niet dat hij daar een biefstukje minder door hoeft te eten, begrijp je? Ik vind best dat we een wereld mogen hebben dat als iemand iets presteert in zijn leven, dat hij iets meer mag hebben als een ander. Dat is helemaal niet verkeerd, weet je wel. Want dan stimuleer je ook wel mensen om bepaalde doelen te willen bereiken. Maar ik denk als jij 100 miljoen hebt, dat is wel genoeg toch? Dat kun je nooit meer opmaken. Toen jij bezig was met die dingen, bijvoorbeeld de bank overvallen. Ja. Dan heb je altijd dat je als je daar komt, dat die mensen die daar werken, die lopen natuurlijk een bepaalde trauma op. Ja, maar ik geloof niet in trauma's, weet je. Ik ben 2 keer ontvoerd geweest in mijn leven, ik ben neergeschoten geweest en ik ben nog niet getraumatiseerd. Dus dat is ook wel iets wat een beetje aangepraat wordt. Kijk, mensen die bij een bank werken vroeger, die weten gewoon dat je werkt niet bij de kruidenier, klaar. Dat is een bepaald risico wat je zelf ook kiest dan, toch? De directeur van de bank wordt vastgezet op de wc en ernstig bedreigd. Dus ook vragen naar familieomstandigheden, vrouw, kinderen. Nou, en dat alles hè, onder die toevoeging van weet dat we weten wie je bent en we kunnen je komen opzoeken. Wanneer, dat moet je maar afwachten. Nou, dat is iets dat is een enorme indruk maakt dat. En dat laat je niet zomaar koud afglijden. Kijk, iemand moet de kluis open doen, hè? Dat is heel makkelijk. Nee, maar wat zou je, stel hij zit te kijken naar die documentaire, wat zou je tegen zo iemand... Ja, dat hij een ander beroep had moeten kiezen dan. Ja, dat hij niet bij de bank had moeten gaan werken. Dat zijn dingen, dat zeg ik, dat zijn risico's, dat weet je gewoon als je ergens... Datzelfde als jij met drugs bezig bent, dan weet je dat je gepakt kan worden. Klaar. En dan krijg je een arrestatieteam binnen en dan moet je dan getraumatiseerd zijn. Dan gaat iets anders als een bank overvallen. Dus dat, nee. Ik heb geen dingen daarmee, echt niet. Ik ga ook niet zeggen dat ik spijt heb daarvan, want dat heb ik niet. Het is gewoon zo, klaar. Dan zeg ik, de kluis gaat niet vanzelf open, er moet iemand openmaken. En dat zijn keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En als ik mijn leven over mocht doen, dan zou ik heel weinig aan veranderen. Dat is gewoon eerlijk. Ik heb veel te mooi leven gehad om daar spijt van te hebben. Kom op zeg. Ja, dat was dat dak, ja. En daar zat een raam. Ja, daar zit er nog trouwens. Kijk. Als je daarboven kijkt, daar zat een raam. Dat raam. Daar zijn we toen naar binnen gegaan. 'S Nachts. Oh ja. Okay. Ik zeg, het is leuk om het terug te zien. Ja. Ja. Kijk, en die directeur kwam door die zijdeur is die naar binnen gekomen daar. Waar nu die fysiotherapie is hier. En die is op een gegeven moment had je een trap binnen. Wij zaten nog boven. Omdat je, als je naar beneden ging, had je de kans dat de alarm afging. Dus we waren eigenlijk tot de benedendeur gelopen. Daar zat de kluis. En dan hebben we verder de deur niet open gedaan. We zijn terug naar boven gegaan in de afwachting dat hun binnen zouden komen. En op het moment dat hij binnenkwam, hoorde je ook het alarm uitschakelen. Want dat hoor je dan. Maar ja, toen konden we niet gelijk naar beneden lopen, omdat er een grote houten trap was.
Dus we wachten gewoon tot... En toen kwam hij zelf naar boven. Ja, toen die man die schrok zo, dat was... Kijk, ik zag toen ik stond beneden, dat was daar, toen waren die ramen nog open. Toen zag ik hier achter de deur de eerste dat ik zag van dat fout was, weet je wel. Dat er iemand achter die muur zei, verstopte, bukte. En toen had ik in de gaten van foute boel. Een bank overvallen zou worden, vind ik. Ja toch? Ik vond dat wel even, en ik schrok ook wel. Dan zag je op die foto natuurlijk. Dat hij dan neer was geschoten. Ja. Ja, dan zie je in de kabelkrant 12 jaar ijs. Nou, dan zag ik wel even dingen onder je schoenen vandaan. Hoor. Nou, omdat er een onderzoek liep op een andere groep uit Delft. Bekende overvallers. En die hadden ze een aantal weken geobserveerd. En die waren een paar banken afgereden. En die hadden onder andere deze bank afgelegd. Ja, die week pakten wij deze bank ook. Dus dat was gewoon, ja, toeval bestaat niet, maar nee. Het gebeurde wel. Ja, door hem zijn jullie gepakt. Nou ja, het heeft zo moeten zijn hoor. Nee hoor, het heeft zo moeten zijn, dat is... Vanaf dat moment ben je gewoon helemaal... heel alert. Zeker adrenaline, hè? Dus krijg je echt een boost. En op het moment dat de kluis opengemaakt wordt, dan krijg je helemaal de boes. Ja, tuurlijk. In die tijd, wij waren gewoon één. Dat was ook zo, wij waren gewoon één. Als je echt één bent met iemand, je hebt zo'n sterke band met elkaar, dat is gewoon, hè, dan hoef je niks meer tegen elkaar te zeggen, begrijp je? Dan hoef je met een camera aan te kijken en jij weet wat hij doet en hij wist wat ik deed, snap je? Dat is zo sterk met elkaar. Kijk, wij deden vroeger zo, dan gingen we naar binnen, dan braken we in, dan gingen we naar binnen. Dan zochten we gewoon een kamer uit, zeg maar, waar niet de kluis zat. Dus daar probeerde je naar binnen te komen. Als je dan binnen was, dan ging je weer naar buiten. Dan bleef je een uurtje wachten, kijken of er iets kwam. En kwam er niks, ja, dan ging je spullen halen en dan ging je naar binnen. En dan ging je zitten wachten waar je naar binnen was gegaan. Als je praat over drugs, ik ben een crimineel, leg mij maar uit wat drugs is. Voor mij is drugs iets wat verslavend werkt naar mensen toe, dat is drugs. He, waar je afhankelijk van wordt, dat is drugs. Nou, als je dan nummer 1 alcohol hebt in de wereld, he? Nummer 2 de medicijnen van de farmaceutische industrie. Als jij weet hoeveel mensen afhankelijk zijn van antidepressie, die daar gewoon 10 jaar over bezig zijn om daar af te bouwen, praat dan niet over drugs. Kijk, als jij ziet wat ecstasy doet, ecstasy is iets wat door de overheid in Amerika uitgevonden is, he? Na de Vietnamoorlog, als eerste gebruik in de psychiatrie. Om Vietnam-veteranen die verschrikkelijke dingen hebben uitgehaald, hè, tijdens de Vietnamoorlog. En die dat niet konden plaatsen, die daar niet over konden praten. En die kregen op een gegeven moment ecstasy en die kwamen helemaal los. Die gingen alles verwerken en die gingen daarover praten. Alleen, die werden volgens de overheid afhankelijk van ecstasy. Nou, daar word je nooit afhankelijk van. Het enige wat ecstasy met je doet, is dat je gewoon... Kijk, een mens gebruikt 10% van zijn hersens. Dus als jij een paar procent meer zou kunnen gebruiken, dan ben je al een stuk verder als wie dan ook. En ik ben ervan overtuigd dat ecstasy bepaalde hersencellen opent die je normaal niet gebruikt. Waardoor je een andere denkwijze over het leven gaat krijgen. Ik ga naar een groot festival, ik ga bijvoorbeeld naar Extrema. Als je naar Extrema gaat, dan komen 50.000 mensen, waarvan 90% ecstasy gebruiken. Als jij ziet wat daar een positieve energie hangt, he, dat zeg ik, daar komen 50.000 mensen bij elkaar, daar valt geen onvertogen woord. Iedereen is aardig tegen elkaar, iedereen is leuk tegen elkaar, iedereen praat met elkaar. He. Mensen die elkaar helemaal niet kennen. Als jij daar bent en je bent daar en je zit ergens, word je gewoon aangesproken door mensen die je totaal helemaal niet kent, waar je een hele discussie, een hele leuke klik gelijk mee hebt. En dat is wat ecstasy doet. En ik ben er eigenlijk ik ben er zeker van dat de overheid dat heel goed weet en dat die niet willen dat op de markt is en daarom ook de stempel drugs hebben gegeven. He, maar dat is iets wat nooit meer uit de samenleving weg te denken is. Ecstasygebruik is nooit meer weg te denken. This morning the Drug Enforcement Administration is announcing its intention to place the drug known as MDMA, or by the street name Ecstasy,
under emergency controls in Schedule 1. Wat justitie nu gedaan heeft, is dat men zo achter de productie van ecstasy aan zit, hè, dat er bepaalde grondstoffen niet meer te krijgen zijn, hè, of moeilijk te krijgen zijn. En dat mensen die bezig zijn met ecstasy bepaalde stoffen bij elkaar gaan gooien om hetzelfde resultaat te krijgen. Waardoor jij een hele verkeerde pil gaat krijgen, een gevaarlijke pil. Dus waardoor je eigenlijk de volksgezondheid in gevaar gaat brengen. He, want kijk, als de overheid slim zou zijn, dan zou de overheid zelf een ecstasypil op de markt gooien. Ten eerste zijn die kosten heel laag en dan heb je een zuivere pil. Dus dan weet je ook dat de mensen, dat je niet het risico loopt dat mensen een verkeerde pil krijgen, wat nu regelmatig gebeurt. Kijk, de mensen weten niet meer wat leven is. Mensen zijn alleen maar aan het overleven. Mensen hebben totaal geen besef wat het leven is. Het leven is veel meer dan die spiegel die ze voorgehouden worden. Mensen is ook veel meer als die spiegel die ze voorgehouden worden. Die oude die had bij ons, kom Jan, 40 jaar gewerkt. Die hebben een pensioentje. Ja, iedere maand komt hij bij mij, hè. Maar laatste week van de maand kent hij gewoon niet toekomen. Om de dag eet hij vlees, want dan kent hij niet meer betalen. Nou, dan heb je het goed gedaan. Wat een leven, hè. Als dat het leven is, dan... Boris, jong, ja. Die ken ik al zo lang. Ja. En, ja. Het is een beetje vriendschap, hè, eigenlijk. Dank u wel. Te laat, maar toch goed. Nooit te laat, ja. Wat vindt u van dat hij over zijn verleden, zeg maar? Over zijn verleden, ja. Daar weet ik eigenlijk heel weinig van. Daar kan ik hem niet in beoordelen. Maar ik vind wel dat ze een beetje ophef over hebben gemaakt allemaal. Dat is best meevalt allemaal. En je bent oud, 40 jaar gewerkt, ja. Ben oud. Nou, toen ging ik had er net genoeg geld om een beetje te overleven. Ik had er net niet doodgaan. Toen ging ik dan met mijn moeder slecht. En toen heb ik ze nou achteraf is maar goed dat ik geen werk meer had. Want ik moest mijn moeder verzorgen. Dat is gewoon. Heb je ook nog gedaan? Heb ik ook gedaan. 40 jaar gewerkt, hè? En zijn moeder verzorgen? Ik heb daarbij, die hebben helemaal geen pensioentje of weet ik wat. En als ze in het bejaardenhuis zitten, pakken ze ook alles af. Dan hebben ze een paar dubbeltjes misschien voor de eigen. Ja. Dus, Nou, je hebt iets te vertellen. Ja, ik zal... Kijk, er wordt zoveel over mij gezegd en gedaan. Dan zal ik maar open kaart spelen. We hebben het net erover gehad met z'n tweeën. Nou, dit is mijn baas. Dat is Jan. Dat is Jan. De godvader van Jan J. Jan J. Dus dat kennen jullie nou allemaal? Hij is het brein geweest van alles. Hij is het brein van alles geweest, ja. Hoor jij? Hij komt de politie bij me. Ja, dan worden we direct gearresteerd, Jan. Ja. Met terugwerkende kracht. Wel elke dag eten. Ik ga er wel elke dag eten voor niks. Hoefde wij geen zorgen meer te maken. Ja, alles goed. Hey, hoefde wij geen zorgen meer te maken over de rekeningen. Oh, huh? Ja. Nou, en als je in de baaiers zit voor oudere mensen, zijn al die jongens goed voor? Ja. Ja, dat hebben we het, hè, dat is. Ja, dus gewoon. En dan kom ik jou gewoon af en toe opzoeken en dan naar huis wil, dan zet het maar, dan stuur je een goede advocaat. Als jij een stempel hebt als crimineel, dan ben je een slecht mens. Terwijl degenen die aan de macht zitten, wat je zegt, die ook dingen zouden kunnen veranderen in de wereld, juist die mensen misbruiken alle macht die ze hebben. Want voor die mensen is een mensenleven niks waard. En dat is iets wat ik in mijn leven altijd gerespecteerd heb. Een mensenleven. Kijk, het leven begint bij het leven. Snap je? Niemand heeft het recht om een ander het leven af te nemen. Wat er ook is, niemand heeft het recht om een ander het leven af te nemen. Maar dat zou je wel zien tussen twee levens in. Naar je volgende dingen. Kijk, ik geloof ook in meerdere levens. En dit is een stuk van een ketting. Dit leven is een stuk van een ketting. En als dat stuk wegvalt, dan krijg je een breuk in de ketting. Als jij je eigen leert ontdekken, dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dan zeg ik, dan kun jij gewoon op een level komen dat je op een gegeven moment met jouw gedachten dingen kan gaan sturen. Ik heb dat ervaren. En dan weten die mensen die hoog in de top zitten, weten dat ook. Die weten dat. Die hebben die ervaring. Kijk, wat is goed, wat is slecht? Mensen zeggen, geld is slecht, is kwaad in de wereld. Nee, degenen die het bezitten, dat zijn de kwaaien. Ik ben ervan overtuigd dat jij, als jij in dit leven de kans krijgt om zoveel geld bij elkaar te krijgen, dat een betekenis heeft. Ik ben wie ik ben en ik laat ieder mens in zijn waarde, ieder mens in zijn denkwijze. Dat is heel belangrijk, denk ik. Kijk, de meeste mensen zijn, als ze dood zijn, zijn ze na een paar weken vergeten.
Ik weet zeker dat ik over 100 jaar weet ze nog wie ik ben. Kijk, mijn leven is een film, mijn leven is gewoon een film. Is ook zo. Wat er in mijn leven allemaal gebeurd is, dat is gewoon... Dat is gewoon heel bijzonder, klaar. Als ik mijn leven over moest doen, zou ik heel weinig aan veranderen. Ik heb gewoon een supermooi leven gehad, Jay. Ja, ik ben John Jansen en ik ben gewoon mezelf.